kijkers, hartelijk welkom vanaf het Manitobaplein nummer 1 in Vriezenveen. Raadsvergadering 24 september. Eigenlijk maar één onderwerp op de agenda en dat is de BRAP. Maar er komen twee moties vreemd aan de orde. Die worden ingediend en er worden dus drie onderwerpen besproken. Ene motie vreemd is over het verzoek om een plein te gaan benoemen als Derk Smoesplein. En het tweede onderwerp waar een motie vreemd over wordt ingediend is de situatie rond de VOF-dekker in Den Ham. Vooral dat laatste onderwerp is nogal hevig over gedebatteerd in de raadsdebatten van 10 september. En we gaan afwachten wat het vanavond gaat brengen. Ik wens u een hele prettige vergadering. En ik kom zeker na afloop nog even bij u terug om daarover verder te praten. Een mooie en goede vergadering. Ik verzoek u allemaal om uw plaatsen in te nemen. En dan ga ik u voor in het ambtsgebed. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik heet u allen van harte welkom. Ik heb afmelding gehad van de heer Kobus en de heer Stolten. En ik vraag of iedereen de presentielijst heeft getekend. Ja, er wordt aan mijn linkerkant geknikt. Dus dan gaan we verder met de vaststelling van de agenda. Punt 2, vaststelling af van de agenda. Wie kan ik hierover het woord geven indien gewenst? Vaststelling agenda. Meneer Elsega en de heer Veldmeijer. Meneer Veldmeijer, mag ik van uw plaats, maar mag ik zo. Doe maar. Oké, dank u wel, voorzitter. Ja, het punt van Dekker stond onder voorbehoud op de agenda. En we hebben net presidium gehad, dus een overleg met fractievoorzitters. En hebben besloten om dat in de vorm van een motie vreemd in de raad te bespreken. Dank u wel. Dank u wel. Dus agenda punt 10. De situatie, dat wordt doorgestreept, maar er komt een motie vreemd met betrekking tot de firma Dekker. Dan de heer Elsega, dat wordt dan gewoon blijft tot agenda punt 10. Heer Elsega, aan u het woord. Ja, voorzitter, wij hebben ook een motie vreemd over Derk Smoesplein. Onze vraag is of dat meteen daarachteraan kan, achter 10 of 11, net de BRAP dan als laatste wordt behandeld. Ja, wat mij betreft, u stelt straks uw agenda vast. Maar ik stel dan voor dat bij agenda punt 10, zeg maar 10a, dat wordt de motie vreemd met betrekking tot de firma Dekker. En 10b wordt de motie vreemd Derk Smoesplein. En dan wordt agenda punt 11 wordt de BRAP 2019. Kunnen we de agenda conform deze wijzigingen vaststellen? Wil iemand daarover het woord? Dan is die conform vastgesteld. Dan ga ik naar agenda punt 3, het vragenhalfuurtje. Er zijn geen vragen bij mij ingediend voor het vragenhalfuurtje. Het is heel overzichtelijk. Dan slaan we dit agendapunt over. Daar is niets voor. Dan is dit agendapunt afgehandeld. Dan ga ik naar agendapunt 4. Vaststelling verslag raadsdebat van 10 september 2019.
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Voorgesteld wordt het ook om het verslag ongewijzigd vast te stellen. Wenst iemand stemming? Dan is dit verslag van de raadsdebatten al dus vastgesteld is besloten. Dan ga ik naar de vaststelling van de besluitenlijst, agenda punt 5. Besluitenlijst van 9 juli 2019. Ook daar zijn geen wijzigingsvoorstellen bij mij binnengekomen. Voorgesteld wordt het ook om de besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen. Wendt iemand stemming? Dat is niet het geval, dan is al dus besloten. Dan ga ik naar agenda punt 6. Dat is de lijst van ingekomen stukken. Wenst iemand het woord met betrekking tot dit agendapunt? Dan stel ik voor dat het conform de procedurevoorstellen wordt verwerkt. En deze procedurevoorstellen over te nemen, de lijst vast te stellen. Wenst iemand stemming? Dat is niet het geval, dat is ook al dus besloten. Dan ga ik naar de akkoordagenda. En de akkoordagenda betekent dat er niet in deze raadsvergadering over gedebatteerd kan worden. Dan is mijn vraag of u het bestemmingsplan buitengebied Twenterand, partiële herziening Leertendijk 8, of iemand daar een stemverklaring wil afleggen. Wil iemand stemming? Zo niet, dan is iedereen besloten. Dan ga ik naar agenda punt 8, bestemmingsplan buitengebied, herziening 2005, partiële herziening Oude Hoevenweg 103. Wenst iemand een stemverklaring? Wenst iemand stemming? Dan is ook unaniem conform besloten. Dan ga ik naar agenda punt 9, de verordening startersleningen 2019. Wenst iemand een stemverklaring? Wenst iemand stemming? Dat is ook hier unaniem over besloten. Dan ga ik naar agenda punt, de bespreekagenda. En dan ga ik naar agenda punt 10a, de motie vreemd, zoals die zal worden ingediend door de heer Veldmeijer. Ga ik eruit. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats, ik neem niet aan dat al deze mensen voor de beraad komen. Dus ik wil het bedrijf Dekker en alle omwonenden van harte welkom heten. En fijn dat u hier gekomen bent. Voorzitter, 2 weken geleden hebben wij hier een debat gevoerd over het verzoek van het bedrijf Dekker in Den Ham om maximaal 6 keer per jaar puin te kunnen breken op de eigen locatie. En wat de PVV betreft, en ik weet zeker dat we daarin niet alleen staan, was dit een zeer onbevredigend debat. Onbevredigend omdat de wethouder, naar onze mening, zijn dossier niet op orde had, geen motieven kon aandragen, anders dan dat het bestemmingsplan puinbreken niet toestaat, en omdat hij niet bereid was om bij andere gemeentes, de buurten, om te vragen hoe zij dat geregeld hebben. En hoe omwonenden daar reageren op het puinbreken van een bedrijf. Naar onze mening een wethouder onwaardig. En ook waren wij ontstemd over de wijze waarop de fractie Marcus Elsinga het bedrijf Dekker neerzette als een bedrijf dat illegale activiteiten ontplooit. Hij kwam met klachten aanzetten van 20 jaar geleden en omdat er sowieso al 5 jaar niet gehandhaafd wordt, waren zijn uitspraken over illegale activiteiten bij het bedrijf wat ons betreft smakeloos, beschamend, onfatsoenlijk en suggestief. Want als je die lijn door zou trekken, dan zou je ook de gemeente als een illegale organisatie neer kunnen zetten omdat ze een fietsenzaak op een bedrijventerrein gedoogt. Om maar wat te noemen. En het waren niet alleen de uitspraken, voorzitter, waar wij ons voor schaamden, maar ook de grondhouding van mijn collega Elsinga in dit huis. Hoe wij overkomen, voorzitter, wordt voor 95% bepaald door onze non-verbale communicatie. En dan heb ik volgens mij over die avond al genoeg gezegd.
En voorzitter, voordat ik overga tot de aanleiding voor deze motie vreemd, wil ik graag nog even dit kwijt. De PVV gaat altijd open het debat aan in deze zaal. En wanneer een andere partij met een ander standpunt over een andere kwestie ons kan overtuigen, dan zullen wij ons standpunt wijzigen. Dit is ook de functie, volgens ons, van het debat. Elkaar proberen te overtuigen. Alleen bij GBT proeven wij echter vaak dat er nul ruimte is om te bewegen. Er is geen bereidheid om echt te luisteren naar anderen. En ik weet, voorzitter, dat dit standpunt zelfs gedeeld wordt in hun eigen fractie. En tegen de inwoners van Twenteland zeg ik dan ook, geef één partij nooit de meerderheid in de raad, want macht doet rare dingen met meneer de mens. Meneer Veldmeijer, ik wil je toch nu verzoeken om u bij het onderwerp te gaan starten, want ik heb nu genoeg gehoord. Ik verzoek u om het onderwerp te pakken. En het is de motie vreemd aan de agenda, waarvan de hele raad toestemming heeft gegeven dat deze besproken zou worden vanavond. Goed, dat zal ik doen, voorzitter. Over naar vanavond. Voorzitter, de aanvraag van Dekker valt onder de wet Milieubeheer. En wanneer een bedrijf een activiteit als puinbreken met een mobiele puinbreker aanvraagt, is de gemeente bevoegd gezag. Het verlenen van een ontheffing, een vergunning, druist niet in tegen eventuele provinciale regels. Kijk naar een gemeente als Tubbergen waar het ook kan. En kijk naar de uitspraak van de Raad van State in een soortgelijke situatie waarin de gemeente ruimte krijgt om hier maatwerk toe te passen. En voorzitter, Dekker heeft een 3.2 vergunning. En volgens de Raad van State mag een bedrijf dan zelfs 12 keer puinbreken per jaar. En op basis van het besluit mobiel breken, bouw- en sloopafval is het mogelijk om ook puinbreken met een mobiele breker op een inzamellocatie toe te staan. Dit is ook gebeurd in 2015. De gemeente Twenteland heeft toen toegestaan dat de puin gebroken werd bij Dekker met een mobiele breker. En voorzitter, wij kunnen geen enkel argument bedenken om Dekker niet maximaal 6 keer per jaar te laten breken. De omwonenden hebben geen bezwaar, dat blijkt ook wel uit de opkomst vanavond. Het is goed voor het milieu, het is goed voor de CO2-uitstoot, het past binnen de wens om circulair te ondernemen en om te verduurzamen. Er zijn minder vervoersbewegingen. De gemeente kan en mag toestemming verlenen. En het is bovendien goed voor de werkgelegenheid. Geen vuiltje aan de lucht, zou je zeggen. En de enige reden, voorzitter, die is opgevoerd om geen toestemming te verlenen, is het bestemmingsplan buitengebied. Dit snijdt geen hout, vinden wij, omdat wij, de raad, het college en het college hiervan af mogen en kunnen wijken. Geen reden dus die stand houdt. Het is gewoon een kwestie van willen of niet willen. Ook is genoemd dat het mogelijk een precedentwerking heeft. Maar dit kan alleen bedrijven die reeds een 3.2 vergunning hebben. En aan de wethouder vragen we dan ook, welke bedrijven hebben dit in Twenteland? En mocht een bedrijf als Hein Heun ook maximaal 6 keer per jaar willen breken, maximaal 12.000 ton, dan moet dat dus wat ons betreft kunnen. En we vragen ons wel af of Hein Heun op deze kleinschalige activiteit zit te wachten. Voorzitter, de PVV houdt van maatwerk. De PVV houdt van feiten. De PVV staat pal achter onze ondernemers, maar ook achter onze inwoners. Het is leven en laten leven. Ondernemers en omwonenden moeten rekening met elkaar houden. Het is geven en nemen. En als er één bedrijf is die rekening houdt met zijn omgeving, met zijn omwonenden, dan is het Dekker wel. En dat blijkt ook weer uit de enorme opkomst van de omwonenden. En om uit deze impasse te komen, voorzitter, stellen wij, en dat doen we ook namens het CDA, en dat doen we ook namens de SGP, stellen wij voor om een pilot te starten van 2 jaar, waarbij wij Dekker de ruimte geven om maximaal 6 keer per jaar te breken, maximaal 12.000 ton. Maximaal 6 keer per jaar doet Dekker een melding of de eigenaar van de mobiele breker, om het zo maar te noemen. De gemeente geeft toestemming en tegen het einde van deze looptijd van 2 jaar vindt er een onafhankelijke evaluatie plaats. Omwonenden wordt gevraagd naar hun ervaringen op het gebied van overlast en het bedrijf zelf zorgt voor een deugdelijk akoestisch onderzoek.
Ook zullen wij dan zien en merken of er andere aanvragen binnenkomen van andere bedrijven. Of dat bedrijven kenbaar maken dat ze dat in de toekomst zullen gaan doen. En na 2 jaar maken wij dus als gemeenteraad de balans op. Voorzitter, wij denken dat dit een goed voorstel is. En de vraag die nu op tafel ligt bij ons is, laten we deze ondernemer, onze ondernemer, in de steek? Of spreken wij de intentie uit om over 2 jaar een afgewogen oordeel te vellen? Breed gedragen, gebaseerd op feiten. En naar onze mening moet, voorzitter, moeten wij als raad maatwerk toepassen en dat doen we, vinden wij, met het uitvoeren van deze motie. En dan wil ik graag het dictum voorlezen, voorzitter. Wij verzoeken het college van burgemeesters en wethouders de voorwaarden te scheppen om een pilot mogelijk te maken waarbij Dekker maximaal 6 keer per jaar met een mobiele breker puin breekt op haar locatie tot een maximumgewicht van 12.000 ton voor de duur van 2 jaar. In deze pilot op te nemen dat er na 1,5 jaar een onafhankelijke evaluatie plaatsvindt waarbij omwonenden tot 2 kilometer gevraagd wordt of er in deze periode overlast is ervaren en of deze overlast als hinderlijk of ernstig moet worden geclassificeerd. In deze pilot ook op te nemen dat Dekker zorg draagt voor een onafhankelijk en deugdelijk akoestisch onderzoek en wel binnen 6 maanden. En tenslotte, voorzitter, we verzoeken het college van burgemeesters en wethouders om de pilots per direct in te laten gaan. En de motie wordt dus ingediend door de PVV, CDA en de SGP. Dank u wel. Ja, dank u wel. Als u de motie overhandigt, dan maakt u onderdeel uit van de beraadslagingen. En ik ga ervan uit dat de motie ook voldoende ondertekend is door de meeindiende de partijen. Ik zie geknik. Ik kijk even eerst nog naar de heer Jonker, of die nog het woord wil voeren. De heer Jonker, nu het woord. En dan de heer mevrouw Uitslag en dan ga ik de andere partijen vragen. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het wat korter houden. We hebben 2 weken geleden hebben wij een heftig debat gehad. En in de tweet vatte de heer Elsinga dat ook al samen, beschamen de vertoning in de raadzaal. En dat klopt, voorzitter. Het siert ons ook niet als raad om elkaar zo uit te sluiten of ook te benaderen. Er werd ook een sfeer neergezet of het bedrijf Dekker illegale praktijken uitvoerde. En alsof wij die illegale praktijken maar willen gaan legaliseren. Dat is niet aan de orde. Laat dat helder zijn. We hebben ook in het debat de vraag gesteld of er onjuistheden staan in de brief van Cumula op 8 augustus. Geen reactie. We kunnen de geschiedenis gaan uitspitten vanavond. Moet u vooral doen. Ik heb er geen behoefte aan. Het bedrijf wat hier zit, is rechtmatig en handelt rechtmatig. Anders moet u maar met bewijzen komen. De SGP heeft destijds gepleit, 2 weken terug, en doet ze steeds, voor een sterk en leefbaar platteland. En laten we die kans nemen. En laten we die kans grijpen om de ondernemers duurzaam en circulair te laten ondernemen. Ik heb daar verwezen naar de eigen woorden die ook in het coalitieprogramma staan. Alle mooie woorden ter spijt. Versterken van economisch klimaat, verbeteren van relatie met inwoners, bedrijven. De gemeente participeert of faciliteert energiebesparing en verduurzaming. Maar als de wil ontbreekt om tot een inhoudelijke gedachtenwisseling te komen tussen Dekker en de gemeente, dan houdt het voor mij ook op. Het zou beschamend zijn. Dus nogmaals, ook met die laatste oproep, vanavond ga dat gesprek aan en zoek naar die mogelijkheden. Dat moet toch kunnen. Waarom niet passend of wenselijk? Als er mobiel puinbreken mogelijk zou gemaakt worden. Dat bespaart veel overlast ook in de omgeving. Dat hebben we ook gezien. Het gaat om de veiligheid. Circulair ondernemen. En voeg daarbij de daad bij het woord. Ik hoop dat dat ook nog kan, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik de heer, of mevrouw Uitslag, het woord. Excuus daarvoor. Mevrouw Uitslag, aan u het woord. Ik had net het signaal gehad, u het woord zou voeren, maar ja, aan u het woord. Kan gebeuren, voorzitter. Dank u wel.
Het mogen duidelijk zijn dat zowel de PVV als de SGP al een heleboel gezegd hebben, waar ook het CDA natuurlijk alleen maar bevestigend op kan antwoorden. Wij steunen dit, wij betreuren dit en wij hebben zelf best wel een aantal zaken die we nog aan de wethouder zouden willen vragen. Maar rest mij eerst om al deze mensen die hier vandaag gekomen zijn enorm te danken. Te danken voor het feit dat u hier allemaal bent, want dat geeft saamhorigheid aan. Dat geeft aan hoe mensen erin staan. Dat geeft ook aan hoe betrokken mensen zijn. En hoe betrokken mensen zijn met de familie Dekker. En afgelopen vrijdag heb ik dat zelf ook nog weer mogen ervaren toen ik met hun in gesprek was. Het was een mooi gesprek. Het was een verhelderend gesprek. Maar het was ook een gesprek waar zij heel goed aangaven van wat ze graag wilden. Maar ook wat mogelijkheden, maar zeker ook wat onmogelijkheden waren wat hun betreft. En daar hebben we het samen over gehad. En wat mij toen ter oren kwam, en dat wil ik echt even kwijt, dat is dat er al een aantal vragen beantwoord waren die ik nog niet had gehoord, niet eerder dan vanmiddag. Vanmiddag kregen wij een mail met de beantwoording van de technische vragen, terwijl er vrijdagavond door collega is gezegd dat er al informatie was. Dat vind ik zeer kwalijk. Ik vind dat de raad op dezelfde manier, op dezelfde tijd en op dezelfde manier op de hoogte moet worden gebracht. Dus ik vraag aan de wethouder hoe dit kan. Dan is een bedrijf wat al 75 jaar met hart en ziel zo betrokken is in de gemeenschap van Den Ham. Een bedrijf wat knetterhard werkt, wat alleen om maatwerk vraagt. Verdient wat ons betreft alle steun. En hier wil ik het nu even bij laten, voorzitter. Misschien toch eventjes, u geeft aan met betrekking tot technische vragen. Er is altijd afgesproken in het presidium dat als een raadslid technische vragen stelt, dat kan vanwege een bepaalde politiek zijn dat hij die technische vragen stelt, dat die antwoorden alleen naar het raadslid gaan. En de vanmiddag zijn de antwoorden gegeven naar aanleiding van de toezegging die de wethouder heeft gedaan. Daar zit een verschil in. En het is duidelijk altijd de lijn, als het om technische vragen gaat, gaan die, of het moet anders afgesproken worden, gaan die alleen maar naar het betreffende raadslid. Voorzitter, naar eer en geweten kan ik u melden dat ik denk dat het om dezelfde vragen gaat. Het gaat namelijk over handhavingsvragen. Het kan. Maar de wethouder heeft een toezegging gedaan. Daar heeft u vanmiddag antwoord op gehad, de hele raad. Naar aanleiding van de toezegging van de wethouder. En ik probeer uit te leggen wat het verschil is met technische vragen die door een raadslid zijn gesteld. Dat is wel iets anders. Dat die misschien eerder zijn beantwoord, dat zou kunnen. Maar er is wel verschil tussen technische vragen gesteld door een raadslid die alleen maar naar het raadslid gaan. En een toezegging van de wethouder in het publiek gedaan. Ik geef het woord aan de heer Reusken. Meneer Veldmeijer heeft een vraag aan mevrouw Uitslag. Mevrouw Uitslag heeft een vraag. Ja, voorzitter, heb ik toch nog een vraag. Ik snap uw redenatie, u heeft ook volkomen gelijk. Alleen in dit geval waren het dezelfde vragen, dezelfde antwoorden. En dan is het toch wel raar dat op vrijdag de knop ingedrukt wordt voor de coalitie. En op maandag om 4:00 de knop voor verzenden voor de oppositie. Misschien kunt u daar helderheid in verschaffen. Nee, dat kan ik niet. Want ik probeer uit te leggen hoe het gegaan is. Mevrouw de heer Reusken, aan u het woord. Voorzitter, ik zou graag de antwoorden van het college willen horen, van de wethouder horen, alvorens ik een finaal oordeel geef over deze motie. Dank u wel. Dan kijk ik naar de fractie van de ChristenUnie, wie voor het woord. Ik ga niet het woord. Dan kijk ik naar het college. Op het college. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik zou dan graag verzoeken om een schorsing om even de motie te kunnen bestuderen. Hoeveel tijd heeft deze nodig? Maximaal 15 minuten. Ik stel voor tot 7:45 gaan we weer beginnen. 20 minuten, want ik weet hoe het gaat en de motie is nu pas bij het college.
Kijk eens, u heeft het waarschijnlijk vernomen. Er is een schorsing bij het onderwerp de VOF-dekker. Er is een motie vreemd ingediend door de PVV. En die is mede ingediend door de SGP en het CDA. Er zijn aan de wethouder ook vragen gesteld. De wethouder gaat nu samen met het college de ingediende motie vreemd bespreken. Men heeft redelijk wat tijd gereserveerd, 20 minuten. Dus het is ook voor het college geen makkelijk onderwerp. Ik ga de tijd niet volpraten, 20 minuten, dat lijkt mij wat heel erg lang. Neem een kopje koffie thuis of laat de hond uit. 7:15 gaan we weer verder. Tot zo. Dank u wel. En ik besef dat iedereen uiteraard af 7:15 op zijn horloge heeft gekeken. Excuus, maar het college had toch iets meer tijd nodig dan van tevoren ingeschat. Maar wij willen op een goede manier het overleg als college voeren. Ik dank u voor uw geduld, laat ik dat maar zo zeggen. Ik besef, ja, we hebben niet zoveel stoelen, dus ja, minpuntje voor de raadzaal. Maar ik hoop dat u toch de bespreking goed kunt volgen. En ik geef nu wethouder Koster het woord. Wethouder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de motie bekeken. En we zien dat een deel van deze raad sympathie heeft voor het bedrijf Dekker. Dat is goed. Dat is goed om te zien. En daaruit mondt ook de motie eigenlijk voort. Alleen het is wel zo, als ik, er zijn 4 bullets. En eigenlijk bij de eerste bullet staat al dat het college verzocht wordt de voorwaarden te scheppen om een pilot mogelijk te maken. Ja, dat is gewoon, dat is, die voorwaarden kan ik niet, die kan ik niet scheppen vanwege het feit dat ik mij heb te houden aan de kaders die in het bestemmingsplan liggen. Het initiatief om te komen tot een pilot, als je dat al een pilot zou willen noemen, zou toch echt bij het bedrijf Dekker zelf weg moeten komen. Door middel van het aanvragen van een omgevingsvergunning. En vervolgens, als dat zou gebeuren, dan zou het college deze aanvraag toetsen op de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. En uw raad heeft in 2018 het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld, waarbij bedrijvigheid, nieuwvestiging bedrijven uitgesloten is in het buitengebied. En tot en met categorie 1 en 2 bedrijvigheid is toegestaan. Dankzij het overgangsrecht heeft het bedrijf Dekker de categorie 3.2 gekregen. Daar is maatwerk destijds toegepast. En dat is het. Dit is dus maatwerk. En daarop voortgaand, de vraag die de PVV stelde, welke bedrijven in het buitengebied hebben een 3.2 categorie, dat is op dit moment door mij niet te beantwoorden, omdat dat eerst geïnventariseerd zou moeten worden, voor welke bedrijven destijds maatwerk is toegepast. Dus samengevat, er zou een toetsing plaatsvinden bij het verlenen van een omgevingsvergunning aan het geldende bestemmingsplan. En inderdaad, dan ga je toetsen op geluid, op stof en goede ruimtelijke inpassing. En voor de luisteraars en de publieke tribune zou ik haar zeggen, dat heeft dan alles te maken met een prettige leef- en woonomgeving. Maar ook hoe je tegen een bedrijf aankijkt. En geluid en stof is er daar één van. En op voorhand kan ik niet zeggen in hoeverre dat een dergelijke aanvraag kans van slagen heeft. Tegelijkertijd, als ik dan even kijk naar het dictum, om de pilot per direct in te laten gaan, dat lukt dus al niet. Als er een omgevingsvergunning zou worden aangevraagd, dan zou dit kunnen door als college van BMW een tijdelijke afwijking toe te passen. Maar nogmaals, daarbij gelden de voorwaarden die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. Voorzitter, dat was het standpunt van het college.
En uiteindelijk gaat uw raad erover of uw raad bereid is om het bestemmingsplan, waarin vorig jaar de vaststelling heeft plaatsgevonden en waar uw raad unaniem heeft uitgesproken dat categorie 3.2 in het buitengebied niet plaats dient te vinden, of uw raad daar een heroverweging in wil maken. En dan zou je kunnen komen tot een partiële herziening van het bestemmingsplan. De heer Jonker heeft de vraag nu. De heer Jonker, nu het woord. Ja, ik heb één vraag. Het toeoordeel van de motie laat ik even aan de heer Veldmeijer over, omdat hij het ook letterlijk heeft ingediend. U had het over de omgevingsvergunning in te dienen. Twee weken geleden heeft u ook het advies gegeven dat u daar geen voorstander van bent. Dus in feite moeten we Dekker ook niet een worst voorhouden van die maar even een omgevingsvergunning in en dan... Dan kijken we wel. Maar uw antwoord twee weken geleden was klip en klaar. Ik adviseer dat niet. Ik vind het niet wenselijk. Is er dan nog wel ruimte om te praten of die wenselijkheid er wel is? Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter. De naam van mijn functie geeft al aan dat ik mij aan de wet heb gehouden en de kaders die u als raad mij stelt. En de kaders die u vorig jaar unaniem in deze zaal heeft vastgesteld bij de vaststelling van het bestemmingsplan, laten mij geen ruimte om in deze tegemoet te komen aan loonbedrijf Dekker. Nog een aanvullende vraag, meneer Jonker? Nou, geen aanvullende vraag, maar een conclusie van, dan zou dat op enige wijze nog een keer in de raad behandeld moeten worden naar aanleiding van een aanvraag. Ik zou het anders ook niet weten. Ja, dank u wel. Dan de heer Huisjes heeft een vraag aan de wethouder. Meneer Huisjes, aan u het woord. Mobiel puinbrengen valt onder milieucategorie 4.2 en Dekker heeft een 3.2. Ook daarvan zegt u van dat kan hier niet. Alleen, of, tenminste hoorde ik uit het debat een keer. Alleen nu is de uitspraak van de Raad van State die zegt van in uitzonderingsgevallen is het mogelijk om op zulke soort situaties een 3.2 bedrijf toch mobiele puin te breken. Als de raad ermee instemt met de kaders. Klopt dat? Wethouder, aan u het woord. Er is inderdaad een uitspraak van de Raad van State. Heer Huisjes, wilt u even uw microfoon uitdoen? En de wethouder heeft een verkeerd. Nog een keer. De wethouder heeft een verkeerd kaartje. Ja. Nu heb ik de goede. Nou, ik wil nog even terugkomen op wat de heer Jonker zojuist zei. Van, dan komt het terug bij de raad. Nee, dat komt niet terug bij de raad. Als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, is dat de bevoegdheid van het college. En als uw raad besluit om een partiële herziening van het bestemmingsplan te doen, is dat een bevoegdheid van de raad. Dus zo zijn de regels. U zegt van, u doelt op de uitspraak van de Raad van State. Er is in de landen een gemeente geweest die heeft inderdaad een dergelijke omgevingsvergunning verleend. En daar heeft de buurt tegen geprotesteerd. En uiteindelijk heeft de buurt daar gelijk in gekregen. Niet gelijk in gekregen, want het was op de juiste wijze vergund. Ja, dat is de beleidsvrijheid die je dus hebt als gemeente. En dat maakt ook dat er verschillen kunnen zijn per gemeente. En ik geef u nogmaals aan dat het niet anders is dan dat ik mij houd aan de kaders die u als raad aan mij gesteld heeft. En als u als raad iets anders wilt, dan voeg ik mij daarna. Maar ik vind het niet wijs. Dank u wel. Dan mevrouw Uitslag of de heer Huisjes. Ja, meneer Huisjes, nog een aanvullende vraag aan de wethouder. Er wordt ook gesproken over mobiele puinbreker. Mijn inziens is er dan een apparaat van elders die hier gewoon één dag staat. Een mobiele puinbreker is niet iets wat een mobiele kraan met hulpmiddelen of... Door het bedrijf van Dekker heeft ook iets wat blijvend op de locatie is. Maar dit soort situaties gaat dus echt voor een installatie van buitenaf die er echt eenmalig één dag mag staan. Ja, wat is de vraag?
Ik zal ook even te zoeken, wat wilt u weten van de wethouder als het over de bedrijfsvoering van de firma Dekker gaat? Dus dat is een beetje de zoeking van, wat is uw vraag aan de wethouder? Ik proef dat er soms het begrip mobiele puinbreker verkeerd gedefinieerd wordt. Goed. Er werd ook gesteld dat Dekker een mobiele puinbreker op het erf heeft staan. Maar volgens mij is de bedoeling hier dat er een van elders gewoon één dag komt. Ja, dank u wel voor deze mededeling. Ik geef mevrouw Uitslag het woord. Dank u wel, voorzitter. Even om het goed helder te krijgen voor mezelf. Ik werd even getriggerd toen u zei van mijn naam als wethouder geeft al aan dat ik mij aan de wet dient te houden en aan de kaders die er gesteld worden. Betekent dat dan ook dat er dus ook geen enkele ruimte meer is wat u betreft? Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik die ruimte geschetst. Uitslag en aanvullende vraag, aan u het woord. Ja, vandaar ook even bewust mijn vraag. Dat betekent dat u zegt, als ik het goed begrepen heb, maar dat hoor ik graag van de wethouder zelf, er is mogelijkheid van maatwerk, dat is aan de raad. De raad beslist daarover, als het maar binnen de wettelijke kaders valt. Wethouder, aan u het woord. Ik heb gezegd dat als ik kan niet voldoen aan het verzoek zoals het in de motie staat. Maar Dekker zelf kan het initiatief nemen om een omgevingsvergunning aan te vragen. En ik heb gezegd, op het moment als hij dat doet, dan wordt die aanvraag getoetst aan de kaders die het bestemmingsplan geeft. Dat is bevoegdheid van het college. En het is de bevoegdheid van u als raad om te komen tot een partiële herziening van het bestemmingsplan. Waarbij u zegt van die activiteit, die bedrijfsactiviteit waarvan u vorig jaar zei, dat staan we niet toe in het buitengebied, staan we dan alsnog toe. Dat zijn de mogelijkheden. Nog een laatste vraag, mevrouw Uitslag, aan u het woord. Ja, voorzitter. U weet, ik ben nieuw, dus ik richt me even tot u of ik dan hier de raad ook mag oproepen op dit moment om daar een antwoord op te geven of zij bereid zijn om dat te doen. Nee, ga ik niet doen. Ga ik niet toestaan. Zo werkt dat niet. Ja. Dan heeft de heer Veldmeijer een vraag aan de wethouder. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Even kijken. De wethouder had het zojuist over als Dekker dat die werkzaamheden zou verrichten, dan heb je te maken met geluid. Je hebt te maken met stof, wellicht nog meer zaken. Maar dan zeg ik toch tegen de wethouder, om dat te bepalen zijn volgens mij de omwonenden leidend. Want ik heb er geen last van, ik woon in Vroomshoop, ik heb er geen last van als daar puin gebroken wordt. En al deze mensen die in de directe omgeving van het bedrijf wonen en werken, die hebben er ook geen last van. Dus dat zou de wethouder toch moeten zien als iets van, nou goed, als we het dan toestaan in dat gebied, dan zullen er geen klachten binnenkomen. Bent u het daarmee eens? Wethouder, aan u het woord. Nee, daar ben ik het niet mee eens, meneer Veldmeijer, want daarmee zegt u feitelijk dat u ook geen bouwvergunning nodig heeft wanneer uw buren zeggen van ik heb er geen bezwaar tegen. Nee. Veldmeijer, aan u het woord. Nee, wij willen dat Dekker de mogelijkheden krijgt via een legale weg, niet via een illegale weg, via een legale weg. Alleen, ik proef bij de wethouder, voorzitter, 0% bewegingsruimte. En dan kunnen wij wel van alles willen en dan kunnen de omwonenden allemaal geen bezwaar hebben. En volgens mij vertegenwoordigen wij ook de omwonenden, de inwoners. En als de inwoners in die directe omgeving geen bezwaar hebben, dan zou u toch die ruimte die er blijkbaar toch is, zie ook de uitspraak van de Raad van State, en zie ook de mogelijkheid om het bestemmingsplan partieel te herzien, dan zou je toch moeten zeggen, nou, gesteund door de omwonenden die daar geen last van hebben,
pak ik die ruimte om te zorgen dat dit bedrijf nog eens 25 jaar in Den Ham kan blijven bestaan. Want u zei ook dat de vierde bullet om de pilot per direct in te laten gaan, dat schijnt niet te kunnen. Maar u zou wel een tijdelijke afwijking toe kunnen passen van de huidige regelgeving. Graag uw reactie. Wethouder, nu het woord. Ja, meneer Veldmeijer suggereert dat er totaal geen beweging in mij zit. Nou, dat valt nog wel mee. En die beweging heb ik ook aangegeven. Ik heb de openingen ook aangegeven. Hè. Er zijn twee mogelijkheden. Die tijdelijke afwijking, daar zou het college over kunnen besluiten, hè, als er een omgevingsvergunning komt. Maar die wordt wel getoetst. En die gaat dus feitelijk dezelfde procedure volgen als een partiële herziening. Dus die toetsing is er gewoon. Alleen hij gaat iets sneller. En dat zijn de mogelijkheden. Dus 1, partiële herziening van het bestemmingsplan. Of 2, trek een vraag naar omgevingsvergunning aan. En die toetsen wij aan het nu geldende bestemmingsplan. En als je zegt van, kijk, u bent als gekozen volksvertegenwoordiger, heeft u vorig jaar in deze raad mij de kaders meegegeven. En die kaders, die hanteer ik. En niet anders. De heer Veldman heeft nog een aanvullende vraag. Nu het woord. Ja, voorzitter. Maar het is ook raar voor de mensen die hier nu op de stoelen zitten, dat een bedrijf als Dekker een verzoek kan doen voor een ontheffing van de vergunning, of een vergunning aanvragen. En er staat een wethouder tegenover die zegt, ja, ik wil dat niet. U doet voorkomen alsof het dan allemaal werk is. Want volgens mij kost het ook nog iets van 7.000-8.000 euro, zo'n aanvraag. Of er zijn wellicht lezers aan verbonden. Maar u wekt de indruk, wij willen wel, de omwonenden willen wel, gedeelte van de raad wil wel, maar u wil niet. Die indruk wekt u. En dan kunnen er allerlei mensen achter de schermen werkzaamheden gaan verrichten om te zorgen dat die aanvraag hier komt. Maar als bij voorbaat al de indruk wordt gewekt door de wethouder, van nou, er wordt een ellenlange procedure, we gaan geen uitzondering maken. Gezien de nood gaan we ook geen haast zetten achter die procedure. Het voelt niet lekker. En het voelt niet als maatwerk. En ik zou graag van de wethouder willen vragen, pak dan toch die ruimte. Pak de ruimte die de Raad van State u ook biedt. Alsjeblieft. En vervolgens zou ik aan GBT willen vragen, stel dat wij met zo'n partiële herziening komen, althans met een voorstel, hoe gaat GBT dan stemmen? Want als GBT nu zegt, dan zullen we tegenstemmen, hoeven wij dat werk allemaal niet te doen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Heeft u dan een aanvulling, wethouder, aan u het woord? Nou, ik heb verder geen aanvullende vragen gehoord, dus ik wou het hierbij laten. Dank u wel. Dan kijk ik rond voor een tweede termijn. Ik kijk naar rechts, ik kijk naar links. De heer Veldmeijer. Ja, voorzitter, ik zou heel graag de reactie van GBT willen hebben op de vraag die ik zojuist stelde. En afhankelijk van dat antwoord vragen wij nog even een schorsing aan. Het is wel een beetje tegen de procedure. Want u schorst en vervolgens gaat u aan de gang en komt de tweede termijn. Ik kijk naar de heer Elzinga of u de alsdan redenering wilt volgen. Dat u zegt van ik wacht eerst zo lang wat er komt vanuit de indieners van de motie. Ja, volgens mij moeten we doen zoals we het altijd doen. Goed, meneer Veldmeijer, dan denk ik dat u eerst gaat schorsen. En dan vervolgens zal de andere, zullen de raadsleden hun gedachten erover geven. Kunt u ook aangeven hoeveel tijd u nodig heeft? Neem het niet te krap. Dan doe ik het tot 9 uur. Dan doe ik weer 5 minuten extra. Tot 9 uur. Kijk eens. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar er is weer een schorsing. En zoals aangekondigd, van 25 minuten. Dus als u al terug bent van de hond uitlaten, dat lijkt mij niet verstandig om nog een keer met die hond uit te gaan lopen. Of uit te laten. Ja, zoek wat anders op, want de komende 25 minuten is er hier in de raadzaal niet zoveel te beleven. Maar er is wel wat gebeurd ondertussen. De PVV heeft een motie vreemd ingediend. En die is mede ingediend door de SGP en het CDA.
alle drie de partijen hebben aangegeven waarom zij vinden dat het bedrijf Dekker een vergunning moet hebben om 6 keer per jaar puin te mogen breken. En de wethouder heeft geantwoord. Het antwoord van de wethouder komt erop neer wat hij eigenlijk ook verteld heeft op 10 september. Hij geeft aan dat de kaders zijn vastgesteld door de raad. Hij kan niet anders. Hij is wethouder. Hij moet de wet handhaven. Er is wel ruimte mogelijk om een uitzondering te maken. Dat kwam vanavond naar voren, want de Raad van State heeft daar een uitspraak over gedaan. Maar kennelijk wil de wethouder die weg niet gaan betreden. Dat is een standpunt. Daar gaat de oppositie, het CDA, PVV en de SGP zich nu over beraden. Er zijn 2 mogelijkheden. Bedrijf Dekker kan een omgevingsvergunning aanvragen. En die vergunning wordt dan getoetst door het college. Daar gaat de raad in principe niet over. Maar de wethouder heeft duidelijk aangegeven dat dat toetsen gebeurt aan de hand van het huidige bestemmingsplan. En dat huidige bestemmingsplan laat volgens de wethouder het puinbreken 6 keer per jaar niet toe. Hij geeft niet keihard aan dat hij nu al nee zegt, maar in feite zou je dat uit zijn woorden op kunnen maken. Een ander punt is dat er een partiële herziening van het bestemmingsplan aan de orde komt voor het bedrijf Dekker. En dat initiatief kan de raad nemen. Ik denk dat daar de oppositie op dit moment over in gesprek is, hoe het vervolgtraject gaat lopen. Het college is in de ogen van de oppositie niet bereid om te gaan bewegen. Zo schat ik de situatie in en we gaan afwachten wat er over 20 minuten gaat gebeuren. Maar duidelijk is, ook gezien de publieke belangstelling, dat dit onderwerp leeft. Nog even geduld, 9 uur gaan we weer verder. Volgens mij is iedereen er weer. Ja. Oh, ChristenUnie nog niet. Dat is een foutje. En ook de wethouder niet. Dus zou iemand kunnen vragen of de ChristenUnie ook zo ver is? Want het is wel 9 uur. U heeft zich iets beter aan de tijd gehouden dan het college. Ja, kijk, daar komt de ChristenUnie aan. U heeft zich iets beter aan de tijd gehouden dan het college. Complimenten daarvoor. Maar nu is de raad compleet. Dank u wel en dan geef ik het galm door. Wat is er fout? Ik heb een heel naar geluid hier. Ik kijk even naar de experts van geluid. Er galmt iets. Het zingt rond, ja. En nu pas voor het eerst. Daar had ik vanavond verder geen last van. Nou, ik heb niks gedaan. Ik ben geen, ik zou niet durven. Meneer Veldmeijer, gaat u maar kijken of die microfoon het beter doet. Meneer Veldmeijer, aan u het woord, omdat u ook schorsing heeft gevraagd. Dank u wel, wethouder. Of wethouder. Sorry, zo met de wethouder, maar maag. Dat... De voorzitter, dank u. Voorzitter. We hebben hier allerlei pilots lopen. Pilot scheidingsloket. De koopzondag was een pilot. Maar als wij dan om een pilot vragen voor het bedrijf Dekker, dan wordt er niet thuisgegeven. En dat vinden we heel jammer, want volgens ons, de wethouder zei het al, voorzitter, hij wil de wet handhaven, toepassen. Maar de wet geeft hem wel degelijk de ruimte om medewerking te verlenen om de vergunning aan te passen. En wij vragen de wethouder dan ook vanavond om een toezegging dat hij tijdelijk wil afwijken van de huidige vergunning. Graag een toezegging. Want nogmaals, hij heeft die ruimte en we willen van de wethouder weten of hij die ruimte dan ook pakt middels het afgeven van een tijdelijke afwijking. Voorzitter, en wij willen ook zowel van de ChristenUnie als van de fractie Elsinga of GBT willen wij graag een reactie op de vraag
Op het moment, want wij geven niet op natuurlijk. Ik heb in de verkoop gezeten en ik heb geleerd, 9 keer nee, kan de 10e keer ja zijn. Dus wij geven niet op, want wij koesteren dit bedrijf. En wij zijn er niet alleen, er zijn heel veel mensen meegekomen vanavond die ook het bedrijf koesteren. En we laten het bedrijf absoluut niet in de steek. Maar zowel van GBT als de ChristenUnie willen wij graag weten, voorzitter, op het moment dat wij, de VVD zal zich daar ook bij aansluiten, PvdA wil ik graag ook een reactie vanavond, op het moment dat wij gaan werken aan een partiële herziening van het bestemmingsplan. En we doen dat middels een motie of amendement. En we benaderen Robert, onze griffier, de heer Ros moet ik zeggen, benaderen binnenkort voor hoe we dat het beste kunnen doen. Want daar komen wij de volgende keer mee terug. Maar ik wil nu graag, voordat wij allerlei werkzaamheden gaan verrichten, ambtenaren aan het werk zetten, graag van GBT, ChristenUnie en de PvdA een reactie. Op het moment dat wij met zo'n voorstel komen, zullen ze dan voor of tegen stemmen. En de wethouder gaf aan dat er eigenlijk twee mogelijkheden waren. De eerste mogelijkheid was dat het bedrijf een aanvraag van de omgevingsvergunning zou indienen. Maar voor de vakantie heeft hij, ik gebruik wat andere bewoordingen, als ik dat niet juist doe hoor ik graag de wethouder. Maar hij heeft tegen de firma Dekker gezegd, wat je ook indient, het wordt toch niets. En wij willen Dekker ook niet op kosten jagen wanneer ze dat doen. Klopt het dat de wethouder heeft gezegd, wat u ook indient, hoe mooi u het ook verpakt, wat u ook wilt, daar komt niets van in, verloren energie. En wij willen graag toch de motie vreemd in stemming brengen en we willen graag, voorzitter, een hoofdelijke stemming. Dank u wel. Even voor mijn duidelijkheid, u handhaaft de motie zoals u in eerste termijn heeft ingediend en die brengt u in stemming. Ja, voorzitter, want... Nee, even voor mijn duidelijkheid, nou, want dan weet ik waar... Even de reden. Kijk, toen wij de bullet neerzetten en we vragen aan het college om de voorwaarden te scheppen om zo'n pilot vorm te geven, ja, verwachten wij van een wethouder dat hij met zijn ambtenaren in conclaaf gaat en dan gaat vragen van nou goed, wat moet ik doen als wethouder of wat moet de raad doen, wat kan ik de raad adviseren om die pilot mogelijk te maken. En dat kan ook met de pilot koopzondag, kon dat, zijn we ook afgeweken van de wetgeving, van het besluit. En ik heb het al genoemd, we hebben ook een pilot scheidingsloket. Dus nou goed, ik denk dat ik nee, volgens nog duidelijk ben. Het is voor mij helder dat in de motie de eerste termijn dat die ook nu gehandhaafd blijft door de indieners. Dan kijk ik rond naar de heer Jonker, of u het woord wil, dan mevrouw Uitslag, dan de heer Reuske, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Waar gaat het nou eigenlijk om in de kern? In de kern gaat het of het breken met een mobiele installatie passend is op de plek waar dat verzocht wordt. Binnen het huidige bestemmingsplan, wat nog geen jaar of een jaar geleden is vastgesteld, voorbereid is door het vorige college waar het CDA in zat, de SGP in zat en de ChristenUnie zat. Dus daar zijn de voorbereidingen al getroffen voor het nu geldende bestemmingsplan buitengebied. En in dat buitengebied hebben we afgesproken dat bedrijven categorie 1 en 2 kunnen en dat andere bedrijvigheid niet wenselijk is en dat voor de firma Dekker geldt dat zij vallen met 3.2 onder het overgangsrecht. Dus de vraag is, en dat zie ik ook in alle stukken terug, dat het wellicht zou kunnen, maar de vraag is steeds weer, is het passend en wenselijk? En dan toets ik het aan het huidige bestemmingsplan. En dat is de afweging die ik maak. En dan kom ik tot de conclusie dat het niet passend en niet wenselijk is. Ik ben gisteren ook wezen kijken bij de familie Dekker. En we hebben daar een gesprek gehad. En ik zie dat daar een bedrijf is wat ook met volle overgave naar zijn werkzaamheden doet. Dat je dan kunt verschillen van standpunt en van mening, dat is in dit geval ook aan de orde geweest. Zij weten dat ik hier anders over denk, ook anders insta en een andere afweging maak. Maar steeds met respect voor elkaars
mening, elkaars standpunt. En dat is ook de manier waarop de discussie gevoerd moet worden. Dus wat ons betreft steunen wij de motie van de PVV, van het CDA en van het SGP steunen wij niet. En wij zullen ook als, dat zal ik ook maar vast zeggen, als er straks een motie komt voor een partiële herziening van dit bestemmingsplan, daar niet mee instemmen, omdat wij met volle overtuigingen voor het huidige bestemmingsplan hebben gestemd. En dat steunen wij ook. Dank u wel, voorzitter. De heer Veldmeijer heeft de vraag. De heer Veldmeijer van u het woord. Dank u wel. De PVV heeft niet gestemd voor die kaders. We hadden ook tegengestemd, kan ik u vertellen. Maar ik zou mijn collega van de PvdA willen vragen, op het moment dat hij zegt dat het niet passend is, wat hij dan verstaat onder niet passend op het moment dat de omwonenden er geen last van hebben. Zou het dan juist wel passend zijn, juist op die locatie? Heer Reuske, naar u het woord. Voorzitter, voor mij is het toetsingskader, het bestemmingsplan, zoals dat daar ligt. In het bestemmingsplan hebben we met elkaar in deze raad unaniem vastgesteld dat we dat niet wensen, mobiele breekinstallatie. Dat is voor mij het criterium. En andere zaken die dan nu worden genoemd, ook door u, met de omwonenden, is voor mij geen toetsing. Nog een aanvullende vraag, de heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dat vind ik het jammer. Maar goed, we kennen de PvdA GroenLinks ook niet als een ondernemerspartij. Het is een anti-ondernemerspartij. Ik wil toch aangeven dat het niet recht doet aan de bijdrage van de heer Reuske. Dus dat soort terminologie accepteer ik niet. Als u een vraag heeft, kan dat, maar zonder etiketten erop te zetten. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het jammer, want de maatschappij ontwikkelt zich. Er zijn marktontwikkelingen, normen en waarden die veranderen, opvattingen veranderen. En zelfs leven wij in een maatschappij, voorzitter, waarin binnen een jaar andere zienswijzers kunnen ontstaan of andere meningen, andere opvattingen kunnen ontstaan. En ik vind het jammer dat de PvdA, want volgens mij is het toverwoord maatwerk. En we zitten in een hele kleine gemeente en we hebben te maken met een situatie waarbij omwonenden totaal geen last hebben van het bedrijf, het juist stimuleren wanneer wij het mogelijk maken dat ze puin kunnen ruimen. En dan vind ik jammer dat mijn collega voorzitter gewoon vasthoudt aan starre regeltjes en geen maatwerk wil toepassen op een locatie waar geen enkel bezwaar is van de omgeving om deze werkzaamheden te laten verrichten. Dat vind ik heel jammer, voorzitter. Er is geen vraag aan u gesteld dus. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De heer Reusken die wees ook naar het vorige collegeperiode. Daar maakte de SGP ook onderdeel van uit. Ik was toen nog geen raadslid. Maar als we de historie bekijken, heeft het bedrijf toen geen zienswijze ingediend als het ging over een mobiele puinbrekerij. En daar is het ook om gevraagd waarom ze dat toen niet hebben gedaan. Toen hebben ze het bestemmingsplan laten uitvoeren zoals het nu is. En toen hebben ze geen zienswijze ingediend, omdat anders vanuit het gevaar dat het vertraagd werd, ook vanuit advies vanuit dit huis, dat ze dat toen op dat moment niet zouden gaan doen, omdat er een nieuwe vraag maar moest gesteld worden. En nu zitten we in die ellende van, ja, dat is een impasse. Maar nu heeft u uw standpunt kenbaar gemaakt. We kennen GroenLinks als een groene partij, een PvdA GroenLinks. Maar het is juist een hele groene maatregel die dit dan voorstelt. Want er is gewoon veel minder overlast, hebben wij begrepen, van de omgeving. Dat zou u toch ook moeten aanspreken. Wat houdt u dan toch tegen om dan toch niet af te wijken van die regels? Heer Reuspen, aan u het woord. Voorzitter, we hebben met elkaar in het bestemmingsplan buitengebied afgesproken dat we bedrijven categorie 1 en 2 willen toestaan. En daarmee het buitengebied ook een bepaalde bestemming willen geven en ook richting de toekomst een bepaalde ontwikkeling willen laten doormaken. Dit geval is voor dit bedrijf, omdat het daar al meer dan 75 jaar zit, is dat, valt het onder overgangsrecht met de werkzaamheden zoals die nu plaatsvinden. En daar hoort het puinbreken niet bij. En dat wensen wij ook zo te houden om die reden. Nog een laatste vraag, meneer Jonker, want we respecteren elkaars mening. Hè? Dat wil ik wel even heel duidelijk stellen. En dat mag ook, hè? Dat je verschil van mening hebt over bepaalde dingen. En dat wil ik toch nog even positioneren. Meneer Jonker, aan u het woord. Het is goed dat u dat doet, voorzitter.
Maar dat neemt niet weg dat er nu een impasse is. Hè? Dat kun je zeggen van, nou, welke ruimte ziet de heer Reusken dan nog? Wat zou dan de overheid in uw geval moeten doen? Wat hebt u dan die ondernemer nog te zeggen? Dien maar een nieuwe zienswijze in of wat is uw advies? Heer Reusken, aan u het woord. Mijn advies zou aan de heer Jonker zijn. Kom met een voorstel, een motie waarin u een partiële herziening van het bestemmingsplan buitengebied op dit onderdeel indient. En dan gaan we het debat aan met elkaar of dat een wenselijke ontwikkeling is of niet. Dat zou ik u willen adviseren. En ik denk niet dat u dat aan het college moet vragen, maar dat u dat dan aan deze raad moet vragen. Dank u wel. Dan de heer Veldmeijer nog als laatste. Dan ga ik verder met overige fracties. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Voorzitter, dan heb ik het blijkbaar niet goed begrepen, want ik heb een hele simpele vraag gesteld. Als wij met de VVD, sluit ze het ook bij aan, met zo'n motie komen, wat doet de PvdA dan? En volgens mij heeft u gezegd dat u dat niet zult steunen. Voorzitter, meneer Reusken. Het klopt helemaal wat de heer Veldmeijer zegt, maar de heer Jonker vroeg mij om advies. En ik ben graag om collega raadsleden te voorzien van adviezen en ik heb een advies gegeven. Dien een motie in. Maar dan weet hij in ieder geval nu al mijn standpunt. En ik heb geen 11 zetels. Ik zal met mijn ene zetel, met volle overtuiging, mijn standpunt verdedigen. Dank u wel. Ja, en misschien nog even voor u, meneer Veldmeijer. Ja, maar het is duidelijk, maar hij wekte de indruk, meneer voorzitter. Meneer Veldmeijer, ik was aan het woord. Even voor alle duidelijkheid, de VVD is niet vertegenwoordigd op dit moment in de raad. Dus kan die ook niet elke keer, de VVD denkt hetzelfde. Dat kan dus niet. Dus even voor de duidelijkheid. U heeft nog een vraag aan de heer Reusken, begreep ik. Ik vind het jammer dat de heer Reusken gewoon verwarring zaait, ook bij de aanwezigen. Door eerst te zeggen, ik zal er niet voor stemmen. En dan op een gegeven moment tegen een collega raadsel te zeggen, als ik u was, zou ik daarmee komen. En dat is verwarrend. En ik denk dat dat niet goed is voor het debat. De heer Reusken heeft aangegeven hoe hij erin stond ook en waarom hij dit advies heeft gegeven. Dan kijk ik naar de ChristenUnie. De heer Smelt, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dank voor het indienen van de moties aan de collega's. Dank aan de wethouder voor de duidelijkheid die hij vervolgens heeft gegeven over de mogelijkheden van die motie. En zo willen we beginnen met een voorbeeld die ik recent zelf aan de hand heb gehad met een mobiele patatwagen op een van onze locaties die vergund is als groothandel in de gemeente Doetinchem. Een gemeente die u wel bekend is, want onze informateur Bouwmans is daar burgemeester. En ook daar wilden wij voor één dag in de week patat verkopen aan onze klant binnen de bestemming. En uiteindelijk werd ons ook verteld, dat kunt u alleen maar doen mits u daarvoor een wijziging aanvraagt en een ontheffing. Eigenlijk niets anders dan wat hier ook beantwoord is door het college. En het maakt dus ook duidelijk hoe we naar deze zaak moeten kijken, wat mij betreft. Als je het op vergelijkbare schaal bekijkt, zou dat voorbeeld ook nog wel eens een keer terug kunnen komen. De categorie 3.2 is behoorlijk zwaar en nu niet mogelijk in het buitengebied. Tot nog toe, met goedvinden van het toenmalige college, waar de portefeuillehouder de heer Engbers het te vuur en te zwaar verdedigd heeft, hebben wij destijds in maart 2018 inderdaad het bestemmingsplan vastgesteld. Ik kan niet anders zeggen dan dat het college daar bij monden van de heer Koster gelijk in heeft. De route dient dus gezocht te worden, net als ik naar onszelf kijk, via de tijdelijke lijn van de omgevingswet. En de verantwoordelijkheid die ligt dus bij de ondernemer, bij Dekker. En via de inhoudelijke tijdelijke omgevingsvergunning zou er, zo heeft de wethouder ook aangegeven, getoetst kunnen worden. Voorzitter, we hebben hier op dit moment met de toetsingskaart en termijnen dan ook behoefte aan een snelle en spoedige behandeling. Dus zou de wethouder willen vragen, mocht die aanvraag te komen, zou die dat dan met spoed willen behandelen. Het aanvragen door Dekker van een tijdelijke afwijking gaat ook iets sneller dan een partiële herziening, heeft hij aangegeven. Dus in dat opzicht adviseren wij ook om die route te bewandelen. En nu zet ik een punt. Dat hoopte ik al. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel. Nou, weer dezelfde verwarring als bij de heer Reusken. De wethouder heeft voor de vakantie tegen het bedrijf gezegd, wat je ook doet, wat je ook aanvraagt, hoe mooi je het verpakt, het heeft geen zin, het gaat niet door.
waarom zouden zij dan die moeite? Waarom? Er zitten toch niet in het theater? De heer Smelt aan u het woord. Ik zie overigens dat ik mijn excuus hoor, de microfoon open blijf staan. Dus voor de luisteraars thuis, dit is meneer Veldmeijer en er staat meneer Smelt. Dus dit niet aan orde. Dit is meneer Smelt, die spreekt en u ziet meneer Veldmeijer. Kijk, nu gaat het goed. Antwoord op uw vraag. De wethouder heeft aangegeven wat de mogelijkheden zijn. En als er geen mogelijkheden waren, dan zou die hier in zijn ambt, vind ik, een ondernemer willens en wetens op het verkeerde spoor zetten. Ik vind dat als u dat denkt gehoord te hebben, dat u dat ook aan hem moet vragen. En ik vind ook dat u dan, wethouder, daarop moet antwoorden. Ik niet. En ik hoop dat u begrijpt dat ik niet hoef te antwoorden wat de wethouder moet zeggen. Ik ben daar niet bij geweest. Ik vind wel dat, en dan zet ik mijn eigen ondernemingspet op, dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij een onderneming. Ik heb in een andere gemeente, in Apeldoorn, een hele andere discussie gehad, een gevecht gevoerd met de gemeente, en het heeft me veel geld gekost, en uiteindelijk, door een bezwaar van een collega in de buurt, heb ik die voorziening moeten sluiten en ook niet meer door kunnen gaan, omdat ik domweg geen vergunning kreeg. En het ging om de verkoop van kachels. En ik werd dwarsgezeten door een bedrijf wat naast mij kachels verkocht. En ik vond dat niet passend binnen de bedrijfscultuur. Ik vind dat een ondernemer wil die wat, moet hij zijn nek uitsteken en moet hij ook acteren. Dat doe ik ook en dan moeten de ondernemers in Twenterand ook. Dus dat is wel wat ik hier als punt maak namens mijn fractie. Dat daar ook een verantwoordelijkheid, en dat zal hij ook begrijpen. En ik denk ook dat als hij de route bewandelt, ik vind dat het college vanuit de kaas die de raad meegeeft, dan moet handelen en niet anders. En ik neem aan dat u dat ook wilt. Althans, dat is de route die ik wil bewandelen. En ik vind dat de raad het kader moet scheppen. En ook de toetsing voor het kader moet scheppen, waar de wethouder en dit college aan moet voldoen. Maar mijn routekaart nu is, in dit debat, doe het via de weg van de tijdelijke omgevingsvergunning en niet via de partiële herziening. En ik weet niet of u, collega, daartoe bereid bent om dat ook, we doen het nu openbaar, ook met Dekker te bespreken. Ja, voorzitter. De heer Veldmeijer heeft nog een vraag. Ja, dank u wel. Ja, mijn collega doet nu voorkomen alsof, natuurlijk ligt er een verantwoordelijkheid bij de ondernemer. Maar de ondernemer, die wil het akoestisch onderzoek betalen. Die moet, zeker bij een partiële herziening, 7.000 of 8.000 euro lijstjes betalen, leesjes. Wil die ook betalen? Ze hebben de raad benaderd, we hebben twee gesprekken daar gehad. Ze zitten hier met een enorm aantal mensen. Dus die wil is er wel, het gaat erom dat vlak... Maar we horen straks graag het antwoord van de wethouder, dat er bij de wethouder nul ruimte zit. En ik ga graag straks het gesprek aan, na de woorden van de wethouder, of hij dat inderdaad heeft gezegd. Maar hij laat toch ook zien, dat moet u met me eens zijn, zeg ik tegen mijn collega, hij laat toch ook zien dat er 0% bewegingsruimte is. Want hij heeft gewoon gezegd, als ze daarmee komen, vind ik dat niks en zal ik dat niet steunen. Dat heeft hij vanavond gezegd. Dus goed. Hoe kunt u nou een advies geven van u zeker weet dat het afgeschoten wordt? Ik zou willen voorstellen, ja, mevrouw Uitslag heeft nog een vraag aan de heer Smelt. Mag ik eerst antwoord geven op die vraag? Dat lijkt me wel redelijk. Ja. Kijk, ik geef het advies vanuit mijn verantwoordelijkheid die ik heb. En die verantwoordelijkheid is om te toetsen wat u mij voorlegt. En dat is een motie vreemd over de pilot Dekker. En daar hebben we in een aantal schorsingen met de fractie opnieuw over gesproken. En daar vind ik dat u mij alle vragen over mag stellen. Maar u moet mij niet vragen stellen waar de verantwoordelijkheid niet bij me ligt. En dat wilt u ook niet. Ik stel u ook geen vragen over hoe de CDA-fractie heeft gedebatteerd in haar fractie. Daar kunt u ook niet beantwoorden, dus dat kan ik ook onmogelijk doen. Maar ik wil u wel bij recht geven, en dat krijgt u van me mee, dat ook wij altijd op basis van gewogen argumenten en op inhoud met u willen discussiëren. En ik ben het ook met u eens, en dat ben ik echt met u eens, dat heb ik al vaker gezegd, dat als een voorstel er ligt en bij voortschrijdend inzicht blijkt dat de argumenten die we hebben niet voldoende steekhoudend zijn, en u heeft sterkere argumenten, dan vind ik, dan moeten wij als fractie ook zo groot zijn om te zeggen, oké, wij gaan met u mee. Maar in deze motie, die hier nu ligt, zien wij elementen, en dat geeft de wet ook aan, die niet uitvoerbaar zijn. En u sorteert daar net ook al op voor, want u heeft een vraag gesteld, en daar kom ik zo dadelijk op terug, dan ga ik u straks antwoord op geven. Mevrouw Uitslag, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb... misschien wel een vergelijkbare vraag, maar ik wil hem even anders insteken. Ik ben heel benieuwd of meneer Smelt mij dat antwoord wil geven. Dat op het moment dat je ergens met iemand in gesprek bent en die geeft je het advies, kun je wel doen. Maar waarschijnlijk kost het je aan 8.000 euro, maar het wordt toch niet wat.
Wat zou u dan doen? Die vraag is niet eens relevant, want ik ben niet in de positie. Als u mij die vraag privé stelt, heb ik daar een mening over. Maar politiek, die vraag die kunt u mij niet stellen. Ik ben niet in de gelegenheid om die vraag die impliciet bij meneer Koster ligt te beantwoorden voor u. Dat ga ik ook niet doen. Mevrouw Uitser heeft nog een vervolgvraag. Ja, ik vroeg het expliciet aan u. Ik vroeg het niet aan de hand van. Ik heb alleen gevraagd, als iemand u een advies zou geven. Dus dat was een vraag aan u. U weet maar, volgens mij... Maar voorzitter, voor mij zitten we hier in het debat. Voor mij zitten we hier over een debat met een onderwerp. Dit vind ik echt, daar meen ik ook oprecht, dit vind ik een schijnbeweging van niets. Een echte schijnbeweging van niets. We hebben het hier over een motie vreemd van de pilot deck. Daar spreken wij over. En daar wil ik u alle vragen over beantwoorden. Met respect. Dank u wel. Dan de heer Jonker, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik hoor een rasondernemer aan het woord. Waar het om gaat is mobiel puinbreken, om dat mogelijk te maken en dat, of dat wenselijk is. Hoe staat de heer Smelt daarin, of de ChristenUnie-fractie? Nee, voorzitter, ook dat is een vraag die anders ligt, want op basis van het bestemmingsplan waar wij onze goedkeuring aan hebben gegeven, toen uw eigen partijgenoot wethouder was en daar heel veel met ons in de coalitie toen maar over gesproken heeft, hebben wij onze stem gegeven aan het huidige bestemmingsplan. En zolang dat bestemmingsplan geldt, dan geldt ook voor mij dat ik mij daarin voeg. Nog een aanvullende vraag, de heer Jonker. Dat klopt. En nu zijn er ontwikkelingen. En ik hoef u niet te vertellen welke ontwikkelingen. En hoe ziet u die ontwikkelingen dan tegemoet? Wat is het verhaal van de ChristenUnie richting deze Hammenaarse ondernemer? Heeft u dan deel 1 van mijn bijdrage niet goed beluisterd, meneer Jonker? Meneer Jonker, aan u het woord. Ik hoor heel veel procedures en dat hij een aanvraag moet indienen, waarvan de heer Veldmeijer net ook al een paar keer tegen u heeft gezegd van het antwoord was neer, blijft neer, wat hij ook mee kwam. En dus dan kijken we even niet het college aan, ik kijk nu meneer Smelt, ChristenUnie-fractie aan. Wat zegt u tegen die ondernemer? Het is zinvol om die aanvraag in te dienen, maar wat vindt u gewoon, hè? De heer Rusken gaf het ook al, van ja, wij vinden dat niet wenselijk. Helder, klare taal, helderheid bieden. Meneer Smelt, dan u. Dan wat ik net gezegd heb, kan het niet zijn. Het bestemmingsplan is leidend op dit moment en daar voldoet een 3.2 uitvoering niet in. Willen we dat mogelijk maken en wil er een tijdelijkheid ontstaan, zal de heer Dekker zelf over de brug moeten komen. Ik hoef niet te antwoorden van wat meneer Koster heeft gezegd. Daar gaan wij gaan over de kaders. En als u zegt dat meneer Koster heeft gezegd dat hij dat niet wil, dan nogmaals, vraag het hem straks, dan hoort u het hem zelf zeggen. Ik hoef dat niet te beantwoorden als ChristenUnie. Nog een laatste vraag, meneer Jonker, en dan sluiten we dit debat af en dan gaat de heer Smelt verder. Het gaat hier wel om een milieucategorie van 3.2. U zegt net van dat is niet zo, dat is wel zo, het gaat om 3.2. En er zijn de mogelijkheden om mobiel puin te breken. En daar hebben we het hier over en ik vind het jammer dat de ChristenUnie nu geen duidelijkheid daarover wil geven. Maar dat zij zo. Ieder gaat over zijn eigen woorden. Ja, ik zal daar inderdaad bij willen aansluiten. Ik ga over mijn eigen woorden. Ik zei overigens dat 3.2 een behoorlijk zware categorie is, waarvan we voor het maatwerk van in deze situatie een mogelijkheid hebben gecreëerd voor de firma Dekker. Maar het is behoorlijk zwaar in het gehele buitengebied en we hebben een bestemmingsplan vastgesteld waarin we afgesproken hebben dat we dat niet willen. Hoe duidelijk wilt u het dan van me hebben? Of verwacht u dat ik straks een voorstel doe? Middels een wijziging. Is dat dan uw vraag? Meneer Jonker, is dat dan uw vraag? Nou, meneer Jonker, u krijgt van mij de gelegenheid om daarop in te gaan. Meneer Jonker, aan u het woord. Ja, voorzitter, mijn vraag is heel simpel. Is het een wenselijke activiteit wat u betreft dat de heer Dekker daar mobiel kan puinbreken? Wilt u dat mogelijk maken? Ja, dan nee. Meneer Smelt, aan u het woord. Zo duidelijk is die vraag voor mij niet te beantwoorden, want ik beantwoord met weer de vraag. Is het voor u dan mogelijk dat ondernemers die we onlangs met dezelfde activiteit een ander stukje maatwerk hebben geboden, op dezelfde leest moeten schoenen en vervolgens zeggen, komt u dan maar weer terug, we gaan ook voor u maatwerk maken en komt u maar weer terug in Vromsoog. U heeft gehoord van de situatie van meneer Heun, u heeft gehoord wat hij heeft moeten doen en uiteindelijk hebben we daar ook een verantwoordelijkheid. Dus elke tijdelijkheid geldt dan voor iedereen. Dus iedereen die daar vervolgens in die klasse valt, kan een milieu vergunning krijgen en aanvragen die op dezelfde manier getoetst wordt. Wilt u dat dan wel? Meneer Jonker, aan u het woord. De vraag is heel simpel.
Is mobiel puinbreken, is dat een wenselijke activiteit volgens de ChristenUnie in het buitengebied? Met deze, bij deze locatie die deze bestemming al heeft, passende activiteit, want daar gaat het om. We praten niet over andere bedrijven. Het eerste wat ze zeggen is precedentwerking, maar dan moet je echt puur kijken naar gelijke gevallen. En die bedrijven zijn er niet in de NAM. Nou voorzitter, u ziet dat in de beantwoording die ik geef denk ik helderheid genoeg zoals het er nu voor staat. Ik geef u ook aan dat op het moment dat er een voorstel komt, daar zal ik u mee vervolgen en dan beantwoord ik impliciet uw vraag. En een voorstel komt waarop een aanvraag komt van de firma Dekker, hoe dan ook, of u doet een voorstel voor partiële ziening, wij die op de inhoud zullen beoordelen. We nemen dan de ruimte en de tijd om te spreken en te kijken welke gevolgen dat heeft voor heel het buitengebied en niet alleen voor Dekker. Ik zit hier ook niet als raadslid voor alleen deze situatie, ik zit hier voor de hele gemeente Twentrand. En omdat de gevolgen die dit zou kunnen hebben voor ons op dit moment onwenselijk zijn, tenzij er argumenten komen dat we daar anders over gaan denken, is nu, vandaag, op dit moment, het voor ons onmogelijk om op uw vraag ja te antwoorden, maar geef niet aan dat we dat niet zouden willen en kunnen doen in de toekomst, maar wel met een beter verhaal dan nu. Het gaat ons nu tekort door de bocht. Het gaat ons ook tekort om te zeggen, nou, omdat deze ondernemer geen bezwaar heeft ingediend tegen bestemmingsplan, maar toch graag die activiteit wil, moeten we nu, koste wat kost, dat via deze lijn en een motie vreemd repareren. Ik vind dat, wij vinden dat, geen goede fractie. Geen goede actie. Neem niet weg dat onze fractie wel worstelt met dit vraagstuk. En dat weet u ook, want u weet ook dat mijn raadslid, collega meneer Huisjes, ook bij meneer Dekker is geweest, zich de situatie heeft aangezien, de fractie heeft geadviseerd. U weet hoe dat gaat in een fractie van meer dan één persoon. Ja, wij worstelen daar al een klein beetje mee. Maar dat wil niet zeggen dat op dit moment het huidige bestemmingsplan voor ons vigerend is, geldig is en we het daarmee doen. Op de vraag van de PVV om daar dan op te antwoorden, vinden we dat een wat ongebruikelijke techniek. En ik zou eerst het voorstel willen zien, de inhoud willen zien om dat goed te kunnen beantwoorden. Als u zegt, ja, we gaan niet aan het werk omdat u niet wil, dan zeg ik, ik ben een slechte verkoper, want ik probeer altijd alles uit de kast te halen, ook al verkoop je het niet. En is de kans op voorhand in te schatten dat u verkoopt misschien maar niet, dan maak ik alsnog een offerte. En dat zou u met een voorstel altijd moeten doen. U zou altijd een voorstel moeten maken. Dat is mijn antwoord, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Nog een laatste vraag, denk ik, van de heer Veldmeijer aan de heer Smelt. Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter. Mijn collega vroeg ook dat de verantwoordelijkheid ook bij de ondernemer ligt. Dus die moet eigenlijk een soort van offerte maken. Alleen het vervelende is natuurlijk dat aan die offerte behoorlijke kosten zijn verbonden. 7.000, 8.000 euro. En als bedrijf, het bedrijf is bereid om dat te doen, akoestisch onderzoek ook nog eens te betalen, maar dat wil van tevoren natuurlijk wel even voelen van heeft het zin om dat te doen, die offerte in te dienen? Heeft het zin? Ja, voorzitter, wat mij betreft heeft het altijd zin. Dus ik zou zeggen, neem je verantwoordelijkheid en pak je kansen. Dat u was afgerond, dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Elsinga en dan kijk ik straks naar het college of er nog schorsing is of dat het college kan antwoorden. Heer Elsinga, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Nou, we hebben nu eigenlijk al in de gaten dat het steeds een herhaling van zet is. En eigenlijk het standpunt van gemeente Belangen Twenteland is al bekend. En vanavond is het ook herhaald door de heer Reursen van de Partij van Arbeid GroenLinks. Hij heeft eigenlijk precies hetzelfde gezegd wat wij vorige keer in het debat hebben gezegd. De kern van de zaak is, en dat zo heb ik de vorige keer het debat, ben ik daar begonnen en afgesloten, willen wij puinbreken toestaan in het buitengebied. En de gemeenteraad heeft unaniem, inclusief ondertekenaars van deze motie, uitgesproken nee. En daar houden we ons gewoon aan vast. En ook hebben we al uitgelegd waarom we dat doen. Komt er een vraag van de Partij van de Vrijheid over willen wij als reactie op het passieve herziening. Wacht even, laat even de heer Elsinga eerst een verhaal afmaken en dan krijgt u het woord. Nee. Over een reactie op een partiële herziening, hoe wij daarover denken. Ja, iedereen is vrij om dat in te dienen. Maar ja, goed, het bestemmingsplan is duidelijk. En het bestemmingsplan is voorbereid, er is 3 jaar over gedaan. Die 3 jaar is niet voor niks. Hè. Er worden allerlei mensen betrokken. Eerst is een inventarisatie, dan is er een voorontwerp, een voorontwerp. En dan het definitieve plan, dat wordt dan in de raad gepresenteerd. Ja, is inderdaad, door een SGP-wethouder is dat allemaal voorbereid. En kennelijk heeft hij dit ook niet zien zitten.
En ja, de vorige college, 3 van de 4 wethouders, ja, CDA SGW maakte onderdeel uit van het college. En die vonden het toen ook niet nodig. En op dat moment had Dekker al een zienswijze ingediend. En toen is die ook al afgewezen. Alleen bij het definitieve bestemmingsplan, toen hebben ze niet gereageerd. Toen hadden ze hier in kunnen spreken, wat ze nu dus gedaan hebben in het debat, hadden ze hier gedaan, dat hebben ze niet gedaan. Dus wat dat betreft is het ook nog behoorlijke mosterd naar de maaltijd, voorzitter. Top, dan de heer Veldmeijer aan u het woord. Ja, dank u wel. Mijn collega van GBT die zegt dat de handtekeningen die onder de motie staan, staan ook onder het besluit wat in maart 2018 is genomen. Toen zaten wij hier nog niet. Dus wij hebben daar toen geen handtekening gezet. Dat wilde ik toch even gezegd hebben. Hetzelfde, dank u wel. De heer Elsgraaf, vervolg uw betoog. Klopt dat de PVV geen handtekening onder heeft gezet. Alleen ik heb wel meteen een verbintenis gemaakt met het vorige college en daar zaten jullie niet in. Dus dan is het automatisch dat de PVV inderdaad daar niet bij staat. Dat klopt. En wij zijn ook heel erg voor wat voor de een geldt, geldt ook voor de ander. Kijk, ik hoorde vorige week of 2 weken geleden in het debat zeggen van ja, wij gebruiken onze macht, 12 zetels en we willen niet toestaan. Toen we 1 zetel hadden, want die tijd hebben we ook gehad. We hebben ook een tijd gehad, hadden we 2 zetels. We hebben een tijd gehad, hadden we 7 zetels. Hadden we exact hetzelfde standpunt. Hebben we ook bedrijven die in dezelfde situatie zaten, hebben wij gezegd, dat staan wij niet toe. Hebben wij ook naar het bestemmingsplan verwezen. Dus wat dat betreft, en ik heb het met de begroting gezegd en met de kadernoten en ik heb het vaak gezegd, gemeentebelangen Twenterand, die 12 zetels is, waar mensen op gestemd hebben, is niet veranderd. De manier waarop de partijen tegen ons worden aangekeken, dat is veranderd. We zijn niet star, maar wel rechtlijnig. En we hebben met iedereen rekening te houden. Niet met individuele belangen, met algemeen belang. Van iedereen, van alle ondernemers en niet alleen één. Meneer Veldmeijer heeft de vraag nu. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Wat voor de een geldt, geldt ook voor de ander, zei zeg maar collega Elsinga. En de koopzondag dan? Daar was u tegen in Den Ham en u was tegen in Frieseveen. En als u die, want u zegt net dat, mijn collega zegt dat die rechtlijnig is, dan zou die dat ook door moeten trekken. Dan had u ook toestemming moeten geven om in alle kernen die koopzondag toe te staan. Meneer, voorzitter, voor mij is het appels met peren vergelijken, maar goed, er is een onderzoek naar geweest. Er is een motie ingediend, die motie is raadsbreed aangenomen. En die motie heeft het college gewoon uitgevoerd. Dus ook de hele raad heeft erachter gestaan. En daar hebben wij gevolgd. Dus was van tevoren was heel duidelijk hoe het traject zou gaan lopen. Wij zijn niet toen in één keer het resultaat van de burgerpeiling naar voren kwam. Hebben we niet in één keer gezegd, nou mooi dat we dat onderzoek doen. Maar dat is dus weer inconsequent. Laat maar liggen, we gaan het toch anders doen. We hebben het gedaan zoals we van tevoren wilden. En zoals we van tevoren allemaal gewild hebben. Net zoals met dit bestemmingsplan. Dat puinbreken in het buitengebied niet past. Hebben wij allemaal gewild. Daar hebben wij allemaal voor gestemd, vorig jaar. Allemaal. Ja, meneer Veldmeijer, nog een vraag. De motie, en dank u wel voorzitter, de motie roept op tot een pilot. Dat is ook een soort onderzoek. En waarom dan deze lijn volgen en met de koopzondag volgt u wel wat de bevolking wil? Zullen we het anders zo afspreken, vraag aan meneer Elsinga. Zullen wij ook een enquête gaan houden onder de bevolking van Twenterand. En dan leggen we de casus van Dekker, leggen we voor. En helaas heb ik, ik ben maar een eenpitter voorzitter, heel beperkt fractiebudget, maar anders zou ik het uit eigen zak betalen. Maar is de GBT nu bereid om een onderzoek te doen naar de inwoners, gewoon een enquête, deze casus voorleggen en dan laten we het oordeel aan onze inwoners over. Net zo goed als u dat bij de koopzondag dan heeft gedaan. Wat vindt u daarvan? Ik ga even nu ingrijpen voor een vervolgvraag. Het gaat over de motie die door u gehandhaafd blijft. Daar gaat het over en ik wil even weer terug tot dat debat. Want anders dan wordt de hele wereld erbij gehaald. Dat wil ik niet. En ik vraag dan ook aan de heer Elsinga om daar te reageren indien u wens. Ik ga over uw eigen woorden. Maar dan gaat het weer over dit stuk. Even voor alle duidelijkheid, anders komt er straks nog een ander verhaal bij. En daar, dat sta ik niet toe, dat schort ik. Dan zeg ik meteen tegen u, kan niet. Ja. En ik wil niet al te streng zijn, maar zo zit ik er op dit moment wel in. Heer Elsinga, nu het woord. Nou ja, beperk me tot de motie, voorzitter. En daar heeft de wethouder al van gezegd. De kaders van het bestemmingsplan,
Die geven dat al aan. Het initiatief moet bij Dekker vandaan komen, heb ik snel even opgeschreven, voor die omgevingsvisie. Nou ja, en dan moeten ze dat initiatief maar nemen. En die motie, die pilot direct in te laten gaan, is ook onuitvoerbaar, is gezegd. Dus ja, nogmaals, over onderzoek gesproken, over dit bestemmingsplan buitengebied is natuurlijk, ik vertelde al, dat daar 3 jaar aan vooraf gaat. Daar is al heel veel onderzoek naar gedaan, zowel juridisch en heel veel inspraak. Mensen konden 3 keer inspreken of zo. En 3 keer zienswijze indienen. Dank u wel. Nog een laatste vraag van de heer Veldmeijer en dan mevrouw Uitslag. En dan geef ik het woord aan de wethouder. De heer Veldmeijer, nu het woord. Ja, voorzitter. Dan maak ik zo nog even een motie vreemd. Die kan ik altijd indienen. En die roept op om een enquête te houden onder de inwoners van Twenterand. Om wat zij van de situatie bij Dekker vinden. En dan wil ik dat nog in stemming brengen. Ik denk dat het kan, maar er wordt niet meer over gedebatteerd. Even voor alle duidelijkheid, we hebben 2 termijnen met elkaar afgesproken in het reglement voor orde en daar hou ik me aan. Wordt dan deze motie dan ingetrokken, voorzitter? Ligt er nou 2? Nee, dus ik zit even naar de G4 te kijken, want volgens mij kan dat niet. Een motie kun je altijd indienen. Ja, een motie kun je altijd indienen, maar de raad ging er even... Een motie vreemd niet. Oké. Een motie wil, zeg maar, op papier gesteld worden. Oké. Dan geef ik nu het woord voor uitzag om nog een vraag te stellen. Dank u wel, voorzitter. Ik werd even... Mijn aandacht werd getrokken toen de heer Elzinga zei van het GBT is niet veranderd. En nou ja, wij zijn niet veranderd, mensen die op ons gestemd hebben enzovoort. Maar ik ken de GBT ook als een fractie en als een partij die erg is voor... burgerparticipatie, voortschrijdend inzicht, meebewegen enzovoort. Hoe staat de heer Elzinga daar op dit moment in en zijn fractie? De heer Elzinga, u het woord. Voorzitter, de GWT heeft nog nooit over voortschrijdend inzicht gesproken. Want het wordt vaak gebruikt als er gedraaid wordt. Dus daar doen we niet aan. Dan zeggen we gewoon eerlijk dat we het niet goed hebben gedaan. Dus dat soort termen die komen bij ons niet voor. U hebt het over burgerparticipatie. Ik heb net ook al gezegd, eigenlijk was het hele bestemmingsplan buitengebied was 1 en al burgerparticipatie. Maar iedereen heeft daarop kunnen reageren. Bedrijven, inwoners, tot 3 maal toe. Ja, hoeveel onderzoek wil je nog hebben? Een laatste vraag, mevrouw Elzinga. Ach, sorry, mevrouw Uitslag. Hè. Ik word een beetje moe, dat begrijpt u wel, mevrouw Uitslag. Excuus daarvoor. Daar wil ik niet gaan, voorzitter. Ik ben trots op de naam Uitslag, als dat mag. Neem niet weg dat... laat maar, laten we daar maar niet verder over praten. Ik ben het ook gelijk even kwijt, maar... Is het meneer Elzinga dan misschien wel met mij eens dat als er zoveel mensen zijn... die aangeven dat ze achter deze firma staan... als er zoveel mensen zijn in Den Ham die aangeven dat ze geen bezwaar hebben... als er zoveel mensen zijn die denken dat er toch eens meebewogen moet worden... of misschien toch andere afwegingen gemaakt moeten worden... is de heer Elzinga het dan met mij eens dat het juist goed is om dat in deze raad te bespreken... en misschien daar ook wel met elkaar eens nog nader over te spreken? Dank u wel, de heer Elzinga, nu het woord. Voorzitter, ons standpunt, dat hangt niet af van de aanwezigheid van mensen. Dus dat zou heel vreemd zijn... Dank u wel. Heeft de heer Jonker nog een vraag nu? De heer Jonker, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, min of meer een opmerking, want er wordt een aantal keren herhaald. Het vorige college dit en dat. Ik heb net ook al aangegeven, het bestemmingsplan buitengebied is destijds geactualiseerd. En er was heel veel scheefgroei, is er toen gerealiseerd. En de boodschap die u nu afgeeft, ja, sorry meneer Dekker, het moest naar de maaltijd. U hebt 3 keer uw tijd voorbij laten gaan. Maar mijn punt is, en dat staat ook in de stukken, die hebt u ook kunnen lezen, dat ze destijds geen zienswijze hebben ingediend voor het mobiele puinbreken, omdat er toen vanuit dit huis is gezegd van, doe dat niet, want er staat alles gaat op de lange baan. Dus dat wil ik nog wel even rechtgezet hebben. En het kan 100 keer een SGP-wethouder zijn geweest de vorige keer. Ik was de vorige keer er ook niet bij. Dat hebben ze toen goed gedaan, de bestemmingsplan. Dat ging gewoon om een actualisatie. En nu gaat daar op verder geborduurd worden. Maar daar moeten we gewoon de voorstellen binnen de raad meerderheid voor zien te vinden. Dus daar is ook u goed recht om
Meneer Elsega, nu het woord. Voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Jonker. Hij was toch lid van de schaduwfractie? Hij heeft toch invloed kunnen uitoefenen op de twee zittende raadsleden? Ja. Ik was geen raadslid. Ik was wel schaduwfractielid. Ja. Maar een raadslid, u weet ook, die handelt zonder last of rugspraak. En dat doet... Ik hoop dat dat geldt voor al de 23 raadsleden hier. En dat er geen ijzeren discipline is. Soms begrijp ik dat. Maar zonder last of rugspraak. Iedereen is hier eigen verantwoordelijkheid. Goed. We gaan niet over elkaars fractieberaden iets zeggen. Heer Elsega, u was klaar met uw betoog. Ja. Dan kijk ik naar wethouder Koster. Of u nog wat heeft toe te voegen. Wat u wil zeggen aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb alleen gehoord van de PVV-fractie die mij vroeg of ik een toezegging wilde doen om mede te werken aan een tijdelijke afwijking. Ik heb geschetst welke mogelijkheden er waren. Een partiële herziening van het bestemmingsplan en twee omgevingsvergunning aanvragen. En binnen het bestemmingsplan is het niet toegestaan, is puinbreken uitgezonderd. En de naam zegt het al, een tijdelijke afwijking. Het college kan besluiten een tijdelijke afwijking, maar dan moet het wel voldoen aan de normen die daarvoor gelden. En die heb ik in de eerste termijn ook aangegeven. Die toezegging, laat ik zo zeggen, wij als college, iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt serieus genomen. En die wordt aan de kaders en de normen gepoetst. Dus als u dat wilt verstaan onder medewerking, dan mag dat. De heer Veldmeijer heeft de vragen nu. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel. Voorzitter, ik zou graag aan de wethouder willen vragen. Klopt het dat hij voor de zomer van deze zomer Dekker heeft laten weten dat als ze zo'n aanvraag zullen doen, of wat ze ook doen, welke middelen ze uit de kast halen, dat dat geen enkele zin heeft, dat dat geen enkele opbrengst zal hebben? Heeft u, en natuurlijk gebruik ik andere woorden, maar iets in die strekking, medegedeeld aan bedrijf Dekker? Dat wil ik graag de wethouder vragen. Wethouder, aan u het woord, maar iedereen moet zich wel bewust zijn dat u niet een wethouder in een positie moet brengen waarin hij vanuit zijn verantwoordelijkheid iets gezegd heeft. Daar moeten we ons even heel erg van bewust zijn, net zoals een toezegging ook natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid geeft. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Laat ik het zo zeggen. Ik heb een gesprek gevoerd met de firma Dekker. En daar heb ik dezelfde duidelijkheid in de richting van Dekker gegeven als de duidelijkheid die ik uw raad ook heb gegeven. Dat is mijn antwoord. Dank u wel. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dan wil ik toch wat meer duidelijkheid hebben, voorzitter. Gewoon ja of nee. Heeft u of heeft de wethouder tegen de firma Dekker gezegd, wat u ook probeert, het gaat niet gebeuren? Heeft u iets in die context tegen Dekker gezegd, waaruit Dekker kon opmaken, ja, wat heeft het voor zin om het in te dienen, want het wordt toch afgeschoten? Maar heeft u dat gezegd zomer 2019? Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik denk dat ik afdoende duidelijk ben geweest. Ik heb het gesprek gevoerd met twee ambtenaren in het bijzijn. En de formulering zoals u die kiest, is niet de formulering geweest die ik daarbij heb gebruikt. Ik heb duidelijkheid gegeven. En ik heb ook de mogelijkheden geschetst. En ik heb ook tegelijkertijd aangegeven wat alternatieven zouden zijn. En dat was onder andere bijvoorbeeld de activiteit naar een bedrijventrein verplaatsen, waar de desbetreffende milieucategorie wel mogelijk was. En daarnaast heb ik zelfs gesproken over alternatieve invulling van de huidige locatie. Dank u wel. Nog een laatste vraag, de heer Veldmeijer. Klopt het, vraag ook een wethouder via u, voorzitter, dat het bedrijf wel op gesprek mocht komen hier in het gemeentehuis, maar dat geadviseerd werd, dwingend geadviseerd werd, om geen adviseur mee te nemen of een vertegenwoordiger, omdat de gemeente ervan uitging dat het een zeer kort gesprek zou worden? Klopt dat? Heer Koster, wethouder Koster, aan u het woord. Voorzitter, ik heb eigenlijk niet zoveel zin om op deze wijze te debatteren. Het is zo
dat als er mogelijkheden zijn, ik hou ervan om duidelijk te zijn. Ja, en als, als het zo is, en ik heb dat in het raadsel debat ook aangegeven, nee is ook een antwoord. Ja, en als je nee niet accepteert, dan kun je door blijven gaan. Maar het simpele feit, als je vraagt van, ja, ik wil toch een gesprek en om te kijken naar de mogelijkheden, hè, als dat de formulering is, terwijl ik van mezelf weet dat als ik een dergelijk gesprek aanga, dat ik valse verwachtingen wek, vind ik dat onterecht richting mensen die mij een dergelijk verzoek doen. Ik hou ervan om op voorhand duidelijkheid te verschaffen. Dan sluiten we deze discussie. Nou, voorzitter, ik heb een mail gelezen van de gemeente Nadekker, waarin gezegd werd, neem geen adviseur mee, want we houden een kort gesprek. Meneer Veldmeijer, de wethouder heeft net aangegeven hoe hij erin staat. Ja, maar dan vind ik het raar dat hij mensen dat wel uitnodigt als zijn antwoord al nee is. Dan had hij nee moeten mailen. U bent niet welkom. Dat is toch duidelijkheid. Vervolgens, er ging net een vraag over de motie. Ik kijk even of u een motie kon indienen. Ik kijk even naar het reglement van orde, want dat is altijd wel van belang. Motie over niet geagendeerde onderwerpen, dat kan. Maar ieder lid van de raad kan bij de vaststelling van de agenda verzoeken om een motie over niet geagendeerd onderwerp motie vreemd ter vergadering te behandelen. En motie over een geagendeerd onderwerp, ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen. Dan vertaal ik het zo, dat een motie vreemd geagendeerd is. Heeft u vastgesteld. En vervolgens wilt u een motie indienen over een geagendeerd onderwerp. Dan kan dat. Punt. Ja, ik moet eventjes de boel goed op de rij hebben, anders dan doe ik het als voorzitter niet goed. Dus meneer Veldmeijer, u heeft mij gehoord. Ik heb het reglement voorgelezen, dus het kan. Ik kijk even naar uw kant wat er gaat gebeuren. Ja. Voorzitter, mogen we even 10 minuten schorsen? Tot 10 uur. Ja, voldoende tijd. Tot 10 uur. Kijkers, ja, u heeft het gemerkt. Het is de derde schorsing. En we zijn nog steeds bezig met het eerste onderwerp, wat geagendeerd is door een motie vreemd. Het is een beetje een herhaling van zetten. En dit debat hebben we ook gevoerd 10 september. En eigenlijk zijn de standpunten niet veranderd. De wethouder blijft achter zijn standpunt staan. GBT blijft achter zijn standpunt staan. En de oppositie doet hevige pogingen om de wethouder en ook GBT van gedachten te doen veranderen, maar het lukt niet. Op dit moment is men bezig een motie voor te bereiden en men wil dus zeggen het CDA, de PVV en de SGP. En dan doet zich het vreemde verschijnsel voor dat een agendapunt wat op de agenda is gekomen door een motie vreemd ook heeft geleid tot een tweede motie. Er is nog even gekeken of dat in het reglement van orde allemaal wel kon. Dat bleek te kunnen. En om 10 uur horen we de inhoud van deze motie. Maar het ziet er niet naar uit dat de standpunten gaan veranderen. De ChristenUnie, de coalitiepartner van GBT, heeft ook aangegeven dat het bedrijf Dekker zeker mogelijkheden heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen, maar heeft daarnaast ook heel duidelijk aangegeven dat zij zich vasthouden aan het huidige bestemmingsplan. En dat betekent dus eigenlijk dat zo'n aanvraag van een omgevingsvergunning kansloos is. Zo zie ik het. En als ik het verkeerd zie, dan hoor ik het wel. Maar dat is de strekking van deze raadsvergadering tot op dit moment. 10 uur gaan we weer verder. Volgens mij. Er moet toch een keer wat aan het geluid gedaan worden. Want het voelt lastig, laat ik het zo maar zeggen. Volgens mij zijn alle fracties weer, zitten weer op hun plaats of delen van fracties. Ja.
het college voor een deel. Dan heropen ik de vergadering weer na deze schorsing. En ik geef de heer Veldmeijer het woord. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Op een kopietje van de Griffie, voorzitter. Okay, er wordt er even gewacht op het papiertje van de Griffie. Ja, ik kan het ook niet mooier maken. Ja, laat me heel eerlijk zijn. We wachten gewoon. Dat is dan toch altijd wel goed om dat te weten. Oh, er wordt even gevraagd of ik wat wil zeggen. Zo is het goed. Maar zit er dan steeds iemand aan in de schorsing of zo? Gaat het automatisch? Na elke schorsing wordt het geluid wat harder. Ik zou het niet weten. Meneer Veldmeijer, aan u het woord om het verzoek aan het college voor te lezen. En dan kan die ingediend worden. Dank u wel, voorzitter. Motie enquête. Gehoord de beraadslaging 24 september 2019. Verzoeken wij het college een enquête uit te zetten richting inwoners en ondernemers om te onderzoeken of het draagvlak is om maatwerk te leveren aan bedrijven waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. En de vragen worden geformuleerd in samenspraak met de Raad. De motie is ondertekend door de PVV, CDA, SGP. En het doel is eigenlijk dus, voorzitter, om te informeren bij de inwoners wat zij ervan vinden wanneer bedrijven tegen de grenzen aanlopen van het bestemmingsplan, moeten die geholpen worden, moet en maatwerk worden toegepast. En de vragen zullen we later onderling met elkaar formuleren. Dat is de essentie. Dank u wel. Dan maakt deze motie deel uit van de stemming. Maar we gaan er niet meer over beraadslagen. Ik ga over, ja, ik moet even wachten tot die bij iedereen op tafel ligt. De motie heeft ook nummer gehad en is ingediend bij de Griffie. Dan stap ik toch over op stemming over de motie vreemd. Want daar kunnen we, daar gaan we eerst over stemmen en dan komt zo meteen de volgende motie. Ik stem over de motie vreemd. Pilot Dekker, daar gaan we over stemmen. Voorzitter, graag hoop. Meneer Veldmeijer vraagt om hoofdelijk stemmen. Dat gaan we doen. Ik ga zo een nummertje trekken zonder te kijken. Dat wil zeggen, als ik een nummertje trek bij die persoon, begin ik met de hoofdelijke stemming. En dat is nummer 11. En nummer 11 is mevrouw Jager. Sorry. Nee, u bent hier op mijn lijstje 11. Nu mevrouw Jager zegt dat ze 10 is. Van Veen. Nee. Nee, wacht even, wacht even, u hoeft er niet te stemmen. Ho, ik moet eerst nog wat dingen vragen. Sorry. Ik begin straks bij mevrouw Jager. Dus ik ben helemaal verslag. Ik begin bij mevrouw Jager, maar ik moet eerst vragen, wil iemand nog een stemverklaring afleggen? Dat is mijn vraag. Nee, dan ga ik nu over tot hoofdelijk stemmen. En dan begin ik bij mevrouw Jager. De heer Dekker. De heer Kuilder. Voor. Mevrouw Uitslag. Voor. Mevrouw Jansen. Voor. Mevrouw Bramer. Voor. De heer Smelt. Tegen. De heer Huisjes. Tegen. Mevrouw Hilberink. Tegen. De heer Jonker. Voor. De heer Veldmeijer. Voor. De heer Reusken. Tegen. De heer Elzinga. Tegen. De heer Papen. Tegen. De heer Laarman, tegen. Mevrouw Beulakker, tegen. De heer Engels, tegen. De heer Albersen, tegen. De heer Sloot, tegen. Mevrouw Makkinga, tegen. En de heer Van Veen, tegen. Dan ben ik weer bij nummer 11 aangekomen, dus ik heb erop gehad. 16 hebben tegengestemd. 16. Ja, even goed tellen. 15 tegen, 6 voor, de motie is verworpen. Dan ga ik over naar de volgende motie. Heeft iedereen die paraat? Nog niet? Dan wachten we nog eventjes totdat iedereen die heeft. Maar je moet wel weten waar je over stemt.
En dan vraag ik of over deze motie ook hoofdelijk gestemd moet worden. Ook dat. Dan begin ik weer zo meteen. Goed. Ik ga ervan uit dat iedereen de motie 40 heeft. Deze motie is motie 40. En dan begin ik weer bij mevrouw Jager. De heer Dekker. De heer Kuilder. Mevrouw Uitslag. Mevrouw Jansen. Mevrouw Bramer. De heer Smelt. De heer Huisjes. De heer, mevrouw Heelbrink, excuus. De heer Jonker. De heer Reusken. De heer Elzinga. Tegen. De heer Papen. Tegen. De heer Laarman. Mevrouw Beulakker. De heer Engels. De heer Albersen. Tegen. De heer Sloot. Mevrouw Makkinga. Tegen. De heer Van Veen. Tegen. En ook deze uitslag is 6. Ik ben niet gevraagd. Oh, sorry. Meneer Veldmeijer, excuus. Ja, maar ik wil wel uitleggen. Ja, weet u. Er was een streep onder uw volgende, dus dat was even. Mijn excuus daarvoor is niet bewust gebeurd, begrijpt u. Dan gaan we nu even kijken. Dan is er 6 voor en 15 tegen. De motie is verworpen. Dan ga ik verder met de volgende motie. Vreemd, dat is de motie over. Moet ik even mijn map pakken. Over de Dirk Smoesplein. Ik geef het woord aan de heer Elzinga. Elzinga, nu het woord. Misschien is het even goed. Ik even wachten. Als u de zaal wil verlaten, dan kan dat. Maar als u zegt van we willen ook deze discussie volgen, u blijft natuurlijk van harte welkom. Heer Papen, aan u het woord. De heer Papen, aan u het woord. Zo sta je voor een lege zaal. Hè? Ja, zou dat aan mij liggen? Dan word ik toch aan twijfelen gebracht door de wethouder hier naast mij. Volle zalen genoeg. Ja, precies, dat is ook wel waar. Hoe begin ik hierover? De kinderen van Versteeg moeten onder de wol. Dat is een beetje een rare uitspraak, maar die uitspraak kwam van was de code van Radio Oranje. En dat was aanleiding om de spoorwegstaking te gaan beginnen, om het land plat te krijgen. Dat was in september 1944. Daardoor kwamen alle werknemers van de spoorwegen zonder brood te zitten. En zonder brood kun je moeilijk in de oorlog. Die moesten dus geld hebben. Hoe doe je dat dan? Nou, Dirk Smoes die wist daar wel raad mee. Hij had een knokploeg en braamde een aanslag. Die aanslag is meer dan gelukt. 46 miljoen werd buitgemaakt bij de Nederlandse Bank in Almelo. Dat is veel geld. Het werd verstopt ergens in Daalveen en ook dat ging goed. Tot 2 weken na dato, toen is hij met domme pech verlinkt. En hij is gepakt. Hij niet alleen, maar ook de rest van zijn knokploeg. Ze werden afgevoerd en daarna opgepakt. Ze zijn verhoord en u kent uiteindelijk het resultaat. Ze zijn afgevoerd naar Neuengamme. 6 van hen moesten met de dood bekopen. 1 heeft het slechts overleefd. Dat is een hele korte, bondige uitleg van wat hij heeft gedaan. Hij heeft veel meer gedaan dan dat. En hier wil ik het voor nu bij laten. De kinderen van Versteeg moeten onder de wol. Zo gaat ook een lied tijdens het verzet kraakt. Dat is 2 jaar geleden uitgevoerd in Almelo. Dat is een bijzondere musical met een bijzonder verhaal. Daar was ook het Historisch Museum nauw bij betrokken. En toen is het idee ontstaan om ook in Frieseveen een straat, een plein, een steeg naar Dirk Smoes te vernoemen. Want ik denk dat hij dat verdient. Dat denken we denk ik allemaal. Het is een held en een helden moet je eren. De heer Smoes die komt van het Westeinde. Dus hoe mooi zou het zijn dat hij daar een plein zou kunnen krijgen. Volgend jaar is het 75 jaar dat Nederland bevrijd is. En in het kader daarvan zou het fantastisch zijn dat Dirk Smoes zijn eigen plein of straat zou moeten krijgen. Ik begreep dat er zojuist in het presidium nog overleg is geweest over de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Maar daar hoor ik graag ook de burgemeester even over. Ik wil wel graag het verzoek voorlezen zoals hij hier is opgesteld. We verzoeken het college
En dat doe ik namens alle partijen die hier aanwezig zijn. Dat wil ik zeker vermelden. We verzoeken het college het naamloze plein grenzen aan het Westeinde, zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart, voor eind april 2020 te vernoemen naar de Friese Veense verzetstrijder Dirk Smoes. Hij gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Ik kijk even een andere raadsleden rond of iemand ook nog het woord wil voeren. Dan geef ik de leiding van de vergadering over aan de plaatsvormvoorzitter. Ten slotte ben ik portefeuillehouder en zal ingaan op deze motie. Goed, aan u het woord, mevrouw de burgemeester. Dank u wel, voorzitter. Dank u voor het indienen van deze motie namens alle partijen in deze raad. En het is goed om onze verzetshelden te eren, te respecteren en te waarderen. Ik denk dat dat boven alles staat, zeker om het verhaal te blijven vertellen, ook voor onze jeugd. En ik denk dat het dan ook goed is om naar deze motie te kijken vanuit het oogpunt dat het goed is. En ik heb er zelf al eerder over nagedacht. Het moet ook een waardige plek zijn voor een verzetsheld zoals Dirk Smoes was. Laat ik dat ook maar aangeven. En u geeft aan dat in uw motie, hij woonde aan het Westeinde. En als we de tekening erbij zien, dan zou het in het verlengde, wat ook Westeinde heet, stelt u voor om daar een Dirk Smoesplein van te maken. Maar aan dat stuk Westeinde zitten een aantal, toch wel een behoorlijk aantal ondernemers. En die hebben allemaal als adres Westeinde en noem maar. En je hebt daar Tilanusplein Westeinde, dat heeft niets te maken met de oorlogsperiode, terwijl Verzetstraat, Bevrijdingslaan wel allemaal te maken hebben met de oorlog en met onze verzet. Ik zou u in overweging willen geven, laat ik het zomaar onder woorden brengen, een paar dingen. We hebben straks achter het gemeentehuis is een stuk waar huizen zullen komen. En ik denk dat dat een mooie plek zou zijn, passend binnen alle namen, waar deze Dirk Smoes geëerd zou kunnen worden met naamgeving aan straatplein. Ik weet niet hoe het precies eruit komt te zien. Ik denk dat het goed is. En ik denk dat het ook goed is om te gaan kijken of nog andere verzetshelden zijn, plaatselijke verzetshelden, laat ik het zo maar onder woorden brengen, die geëerd, gerespecteerd zouden kunnen worden, moeten worden met een bepaalde aanduiding van straat of plein in een van de andere kernen. Dus dat is een tweede punt. En ik zou u dan ook willen voorstellen om de ruimte te geven om achter het gemeentehuis waar woningbouw zal komen, om daar Dirk Smoes te eren met een naam. En ik weet dat het nog een poosje zal duren voordat daar iets gaat gebeuren. Het komt die procedure, dus eind volgend jaar. Ik zou van u de ruimte willen krijgen om na te denken hoe wij eind april, hè, met 75 jaar bevrijding, daar iets te gaan doen waar heel duidelijk deze verzetsheld op die plek wordt geëerd, maar ook misschien op andere plekken andere verzetshelden, zodat dat helder wordt dat daar, als er woningen komen, iets zal gebeuren. Dus ik vraag u om deze motie in te trekken en om vervolgens dan met mij mee te gaan in de gedachte om zo ook onze verzetshelden eind april breed te gaan eren. Ik zie dat de indiener opstellen van de motie, of de motie die hier voor ligt, bij de interruptiemicrofoon staat. Ik wil u graag het woord geven voor een aanvullende vraag op het betoog van de burgemeester. Misschien wilt u de microfoon even aan. Mevrouw de burgemeester, ik hoor natuurlijk goed wat u zegt. De plek moet goed gekozen zijn, moet wel overwogen zijn. Maar ik denk dat aan de motie die er nu voor ligt, dat het ook het is voorgelegd aan zowel een deel van de familie. Het is overlegd met het Historisch Museum. Zij kunnen zich goed vinden in de plek. En ik denk dat een vergelijkbaar voorbeeld, het Tilanusplein bijvoorbeeld, is ook gewoon nog steeds het Westeinde.
Het historisch museum is Westeinde 54, terwijl die ook aan het Tilanusplein ligt. En, dus ik denk dat, u zou dat misschien wellicht na kunnen kijken, hoe dat juridisch zit. Maar ik denk dat het juridisch mogelijk zou moeten zijn om het toe te kunnen passen. Ik wil u uiteraard wel, ik weet niet hoe dat juridisch zou moeten, misschien wil ik u wel de ruimte geven om met een zo goed mogelijke oplossing te komen. Die voor alle partijen bevredigend zijn. Maar ik denk haast dat het mogelijk zou moeten zijn om dat deel, wat van het Westeinde, een plein wat ook aanduiding behoeft, dat het een mooi plein zou zijn voor deze verzetstrijd. U stelt niet gerichte vraag, maar ik denk dat ik als voorzitter moet samenvatten waarom Westeinde en de Smoesma met de ondernemingsinzet onverenigbaar is in uw opinie. Ja. En daar heeft de raad, maar ook de mede-indieners van de motie van meerdere partijen hebben deze mede ingediend, wel behoefte aan die helderheid. Die wilt u graag hebben. Ja, okay. Nou kijk, dan heb je aan de ene kant Westeinde. Je wilt die naam van Werk Smoes levendig houden, dat het niet alleen maar een naambordje wordt, maar dat het ook echt daar een plek krijgt. Dus dat het deel van Westeinde ook Dirk Smoesplein heet. En vervolgens heeft het consequenties voor alle ondernemers die daar aanwonen. Dan kun je zeggen, laat ze die dan maar Westeinde heten. Ik moet u eerlijk zeggen, dat voelt bij mij niet. Krijgt Dirk Smoes niet het respect en de waardering die hij zou moeten hebben door echt ook een brief gaat naar een bedrijf, Dirk Smoesplein 5. Komt er een nieuwe ondernemer, dan moet dat wel weer. Voor de nutsbedrijven is het gigantisch moeilijk en voor de bedrijven kost het behoorlijk veel geld om die slag te maken. Dus ik zou en bij gebaat zijn als u zegt van geef mij de ruimte om juist in de verzetshelden, verzetstraat, in die gremia, Dirk Smoes een plek te geven als naam die ook gebruikt wordt. En niet alleen een naam die op een bordje staat. Dat is een afweging die ik u voor zou willen leggen, want die naamsverandering betekent toch wel wat. Ik doe het niet zomaar, u wilt ook dat het uitstraalt. En als we kijken naar de vernummering, je moet en de straatnaam veranderen en de nummers, dan heeft het grote consequenties voor de bedrijven. Bij de nutsbedrijven is het heel lastig om het helemaal klaar te krijgen. Ambulance, brandweer, et cetera, is het nog lastiger, want dat heb ik zelf in Harderwijk mee mogen maken. Dus ik zou u adviseren om Dirk Smoes die plek te geven die hem toekomt. En dat is in mijn beeld breder, mooier als een naambordje. En eigenlijk, als je dat niet echt oppakt met de bedrijven, dan stelt het naar mijn idee minder voor als dat je echt dat op een goede plek geeft. Ja, ik kan het niet mooier zeggen. Ik probeer het aan te geven met respect voor. En ik zou het veel mooier vinden om het achter het gemeentehuis, niet omdat het achter het gemeentehuis is, maar op die plek die naam toe te voegen. Oké, dan heeft u behoefte aan een aanvullende vraag? Gebruikt u dan alsjeblieft de microfoon, meneer Paap? Ik heb een vraag eigenlijk aan mijn collega's uit de raad. Is dat een ordevoorstel? Schorsing. Dan moet je even schorsen. Vraag dan even een schorsing aan. Dan verzoek ik om schorsing. Okay. Ja, daar sta ik toe. Ik zie ook meneer Kulder bij interruptiemicrofoon. Misschien dat hij voor de schorsing een vraag heeft die van belang is om mee te nemen in de schorsing. Dan vraag ik u, is dat zo? Dan krijgt u van mij het woord om uw vraag te stellen aan mevrouw de burgemeester. Dank u wel, meneer voorzitter. Nou, even ter aanvulling, want ik hoorde u twee extra dingen zeggen. U noemde 75 jaar als een moment. Ik denk dat het een heel goed moment is. Maar ik hoorde u ook zeggen van, dat geeft ons de gelegenheid. En dat is iets wat wij als fractie wel naast de week hebben gehoord. Van, als je dan Dirk Smoes doet, kijk dan ook even of er andere mensen zijn die daarover aanmerken. En ik hoorde u dat ook zeggen. En ik denk dat we de zorgvuldigheid in acht moeten nemen om inderdaad op die goede manier dat te doen. Het verhaal van Dirk Smoes is helder. Daar staan we ook achter. We hebben die motie ook inderdaad ondertekend. We gaan spreken. Maar gezien ook uw inbreng, ben ik wel voorstander van om ons in ieder geval die tijd te gunnen om het op een goede manier te doen en inderdaad geen gemiste kansen te pakken. Oké, dus u geeft alvast weg wat er in de schorsing besproken zou kunnen worden namens uw vrachtteam. Maar ja, mag ik dan even voor ja, zeker. Ik geef u graag het woord, want uiteindelijk gaat het niet. Kijk, ik wil ook heel graag goed nadenken dat we dat op een zorgvuldige manier doen.
En daar moet ik nog over nadenken. Hoe we dan wat meer namen krijgen. Dus, en zo ook dat je dat ook op een goede manier positioneert. Dat je echt zegt van in Twente-Rand breed. We hebben verschillende kernen, groot en klein. Daar kunnen we op deze manier gaan we daarmee om. En voor het eind april, noem maar even een voorbeeld, begin mei. Ik weet het allemaal niet precies. Wordt een dag waarin we dan iets moois neer kunnen zetten. Dat zou mijn wens zijn. En nou, ik hoop dat u met mij mee kunt gaan erin. Oké, okay, nou, meneer Paap, ik heb u de schorsing gegund. Hoeveel tijd heeft u daarvoor nodig? 5 minuten? Nou, 5 minuten. Om 10:30 vangen we de vergadering weer aan. Op mijn klokje is het 10:55. Kijk eens, het begint een gewoonte te worden, maar we hebben weer een schorsing. Maar schorsing is 5 minuten. Het gaat over de naamgeving van een plein voor onze verzetsheld Derk Smoes. Daar is een raadsbrede motie voor ingediend. Alleen de burgemeester die daarover gaat, heeft een alternatief geboden. En daar gaat de gemeenteraad nu even over praten. Dat zal niet zo heel lang gaan duren. Dus over 3 of 4 minuten ziet u ons weer terug. Van iedere fractie is in ieder geval een vertegenwoordiging aanwezig. Meneer Papen, ik geef u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben overlegd met de fractievoorzitters. En we zijn eigenlijk wel geneigd om deze motie voorlopig in te trekken. Om wel onder een aantal voorwaarden. Want het verzoek van de burgemeester is in principe prima. Maar we willen graag duidelijkheid voor april 2020. En we vinden het idee zeer sympathiek dat er alle verzetstrijders en ook in alle kernen worden meegenomen. Dat zeker. Maar we willen toch ook graag dat u het voorstel zoals het nu voor ligt daarin meeneemt. En ook als het hier in dit specifieke geval van Derk Smoes ook bespreekt met bij voorkeur de erven en het Historisch Museum in Friesveen. En daarmee dan is mijn vraag, zult u daarmee akkoord gaan? Nou, mevrouw de burgemeester, de vraag is helder. Ik geef u graag het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, hè, u geeft voorwaarden. Toen dacht ik van oei, dat klinkt wel heel zwaar. Ik had verwacht, ik had een voorwaarde dat dan ook huizen daar staan of zo. Hè? Dus, nee hoor, dat is nee. Maar ik denk dat we met elkaar hetzelfde willen, op een goede manier. Dus ik ben bereid om het gesprek te voeren, om te kijken van aan de ene kant van de plek, zeg maar eventjes, hè, laat ik dat maar even zo doen. Breed uit hoop ik ook dat het echt op een goede manier gaat. En vervolgens ook dat er eind april iets gebeurt. Niet zo dat u duidelijkheid heeft. Want dan kan ik zeggen van ja, de duidelijkheid is het dat daar komt. En dat zou ik jammer vinden. Ik wil ook een handeling dan verrichten. Zodat ook echt vaststaat hoe dat wordt. Dus die toezegging wil ik u doen. Nou, wat u op de toezeggingslijst gezet, dat kan het presidium net volgen. En vraag van de voorzitter, komt u dan met een voorstel of met een raadsbrief, hoe gaat u dat doen? Goeie. Mag ik er even over nadenken hoe ik u meeneem in het hele verhaal. Dus laat ik het zo, deze toezegging doen, want ik wil het wel op een zorgvuldige manier. Het is echt vanuit de raad gekomen, vind ik ook heel mooi. Ik heb natuurlijk ook nog een straatnamencommissie, dus daar wil ik ook nog eventjes mee sparren. Maar ik neem u op een goede manier mee. Laat ik u die toezegging doen. Nou, dan heeft de griffie dat als zodanig genoteerd. En dan volgt het presidium de toezegging. Dank u wel. Dan volgt nu het volgende debat. En dan gaat de voorzitter zo weer voorzitten. Ja, dank u wel. Dan zijn we toegekomen aan het laatste onderwerp van vanavond. Dan moet ik even in mijn map kijken. En dat is de bestuursrapportage 2019. Dat is niet in het raadsdebat aan de orde geweest. Het komt rechtstreeks op de raadsagenda. Dus vandaar ook dat op de bespreekagenda staat. En ik kijk naar mijn linkerhand. Heer Elsega, aan u het woord. En dan ga ik zo, heer Kelderen, ga ik van fractiegrootte van groot naar klein. Ja, dank u voorzitter.
We hebben een tussentijdse rapportage ontvangen. De beraad doet me altijd denken aan een initiatief van de ChristenUnie toe of we daadwerkelijk na die tijd een beraad met saté kregen. Maar ik ben benieuwd of ze dat nog een keer weer doen. Maar goed. Maar goed, kijk, het resultaat is bijna een 500.000 niet goed. En dat geeft alleen maar aan dat we al nog lang niet zijn qua financiën. We zien in de gemeenten om ons heen de tekorten van 6 miljoen, 8 miljoen, 10 miljoen. Gelukkig hebben wij dat volgend jaar in 2020 niet. Maar we weten niet wat daarna brengt. Heel onzeker met het gemeentefonds. Dat weet eigenlijk geen enkele gemeente. Dus dat wordt allemaal heel erg koffiedik kijken. Maar als je de incidentele lasten en baten en je pakt de structurele, want dat is interessant, de structurele. Want zo'n BRAP heeft natuurlijk wel weer betekenis voor een begroting. Maar die moet weer verwerkt worden met de begroting. Dus we hebben de kadernota al een tekort, laten we zeggen, weggewerkt met de voorstellen. Het tekort was 340 en er is ietsje over. En de wethouder wou ik eigenlijk vragen, is de conclusie juist dat wij dat de structurele lasten dan voor de begroting, na de kadernota, enkele tienduizenden euro's dan is toegenomen? Dat is natuurlijk niet veel. Of dat klopt, die veronderstelling, en moet daar nog extra voor worden bezuinigd als het zo is, maar wij denken dat het wel zo is, tenminste dat daar nog een tekort is. Of kan het college binnen haar mogelijkheden en creativiteit oplossen? Dat is eigenlijk de vraag. En wat wel opvallend was, voorzitter, dat was, we hebben heel vaak met het GBT over de pensioenvoorziening gehad, hè, van de politieke ambtsdragers. Dat was altijd een voorziening van 3 miljoen. En nu blijkt dus dat wij structureel 125.000 euro terugkrijgen en dat is wel fijn. Dus toch mooi dat dat nu uiteindelijk, kennelijk door nieuwe berekeningen, ik weet niet hoe dat zit, misschien heb ik het wel fout, maar ik lees dat daar structureel een voordeel in zit voor college, burgemeester en wethouders voor 125.000 euro, dus dat is helemaal goed. Dat was eigenlijk maar de ene vraag, dan gaat het even om, wat betekent het voor de begroting en wat kan daarmee gedaan worden? Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan geef het woord aan de heer Kouder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, de BRAP, bijna 5 ton, wat u als ik ook al aanhaalde. Nou, je kan incidenteel kijken naar alle voordelen en nadelen, maar het gaat met name om de grote lijn. En ik sluit een beetje aan wat meneer Elsegaard zei, dat is ook een van de dingen die wij hebben. Wat heeft dit nu voor consequenties voor de begroting die straks op ons afkomt? Want 5 ton lijkt dan onder de streep niet zo heel veel. Alhoewel 5 ton natuurlijk best veel geld is, maar ik wil ook in kader van de begroting, maar als je echt naar de individuele punten kijkt, dan zie je toch wel een aardige afwijking van de inschattingen die gemaakt zijn. En met name als je kijkt naar jeugdzorg, is het een bekend fenomeen dat we daar problemen mee hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd naar of dit nu ook consequenties heeft gehad voor de begroting die we straks krijgen. Nou, de begroting die komt morgen binnen als het goed is, dus ik ga ervan uit dat die al te werk zijn. Maar ik ben daar wel heel benieuwd naar wat daar de gevolgen voor zijn. Ik zie ook heel veel onttrekkingen uit de reserves. Nou, reserves hebben we niet voor niks, dus prima. Maar ik ben heel benieuwd naar wat is dan nu de stand van zaken met betreffende die reserves. Want moeten we daar dan straks met die begroting, moeten we daar dan echt actie nemen om inderdaad die aanzuivering van die begrotingen te doen. En dat is in feite eigenlijk een beetje de rode draad die wij hierin zien. Ik kan heel specifiek op een aantal dingen gaan, maar ik bedoel, we zijn in tussentijd ook, als je kijkt naar subsidieplafonds, er zijn in tussentijd weer een bericht van gehad. Dus dat loopt wel. Maar met name dat soort dingen, wat zijn de gevolgen voor de toekomst? En dat is denk ik wat ons allemaal aangaat. Tot zover. Dank u wel. Dan de heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, mijn collega fractievoorzitter deed een handreiking, maar gezien de grote nadeel durf ik dat voorstel niet meer te doen. En dan zou ik zeggen, dan kunnen we beter de BRAP zelf even betalen. Ja, anders wordt het tekort alleen maar groter. Maar voorzitter, wat ons opviel is met name het programma Fundament, 5,4 ton. Is een groot verschil in een programma waar niet zo grote kwetsbaarheden in zitten dan in het sociaal domein. En waar wij behoefte hebben is uitleg van de wethouder hoe hij dat verschil van die 5,4 ton in het geheel duidt in de begroting. Kijk, het programma Ruimte is geloof 56.000 euro, maar binnen het programma Fundament is dat wel behoorlijk. Dus even een inzicht over de inschatting. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. 500.000 euro bijgeschaafd,
zal er moeten worden. Drie dingen zorgen voor een afwijking van dit grote bedrag. Die worden ook genoemd, hè, het leerlingenvervoer, 125.000 euro meer uitgegeven. Subsidieplafond van economie en vrije tijd met 117.000 euro overschreden en het programma Fundament. Dat leidt wel tot een aantal vragen wat de SGP betreft. We hebben kunnen lezen dat bij de leerlingenvervoer sprake is van een open einde regeling. Er is een toename van duurdere maatwerkritten, individueel vervoer en niet reguliere ritten die niet binnen het bestek vallen. Wat gaan we daarmee doen? Welke actie verbinden we daaraan? Is dit een lacune in de aanbesteding geweest? En worden deze ritten die zo duur zijn ook in opdracht gegeven bij de vervoerder die ook de aanbesteding gewonnen heeft? We hebben ook kunnen lezen dat er een studie wordt gedaan, een afstudeerproject, om te onderzoeken qua mobiliteitsmogelijkheden binnen de Twente-Rand. De SGP-fractie gaat ervan uit dat het college ook een en ander kritisch gaat evalueren, ook op het gebied van het aanbestedingstraject. Onze vraag is, deelt de wethouder dat? En of er dan ook gekeken kan worden naar de schaalgrootte van de aanbesteding. Er wordt vaak gedacht groot. En om dan veel inkoopvoordelen te behalen. Maar als je aan de andere kant dan bekijkt dat er dan ook resulteert dat veel kleinere lokale ondernemingen niet meer in staat zijn om mee te doen aan de aanbesteding. Terwijl dat juist lokaal misschien wel heel flexibel en veel voordeliger is. Dat willen wij dus ook graag zien als punt. En dan, voorzitter, ten aanzien van de overschrijding van het subsidieplafond, economie en vrije tijd, dat vinden we wel erg fors, die 117.000 euro. Dat rijst bij ons de vraag op, waarom stellen we dan nog een subsidieplafond in? Kunnen we dat beter afschaffen? Want de reden die het college ook een beetje geeft is een beetje van, vestzak, broekzak. Want we hebben minder uitgegeven in het sociaal domein en het programma Ruimte. Dus er vindt een verschuiving plaats. Maar we hebben begroot. We hebben een subsidieplafond ingesteld. Dat hebben we niet voor niks. Waarom is daarvan afgeweken? Dus ik graag duidelijkheid daarover. En dan nog een laatste vraag, voorzitter. Dat is een verduidelijking naar aanleiding van de rapportage. Als het gaat over Soweco. In de bestuursrapportage kunnen we lezen dat er een onderzoek gedaan wordt naar deelname in een maatschappelijke onderneming. Maar wij hebben hier wel eens vaker gestaan, ook met eerdere debatten, dan was het gespitst op een voorkeursscenario, namelijk Almelo als centrumgemeente. Kan het college duidelijkheid bieden als het gaat om dat onderzoek? Wordt er nu toch breder gekeken naar verschillende scenario's, met andere woorden, niet alleen naar het voorkeursscenario? Ik dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer Veldmeijer aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de financiële verantwoording van het college over de periode 1 januari 31 augustus 2019. Er is een tekort van bijna 500.000 euro en dit bedrag wordt uit de algemene risicoreserve gehaald. En voorzitter, ik kan er heel kort over zijn. Dit tekort was er niet geweest wanneer we de wethouders op 0,8 FTE hadden gehouden. Wanneer we niet, zonder ook te weten hoeveel CO2 er bespaard wordt, over zouden stappen op elektrisch rijden. De auto's rijden ook voor een groot deel op grijze stroom. Wanneer we het punt anders zouden exploiteren, wanneer we de jeugdzorg beter onder controle zouden hebben, wanneer we minder gelukzoekers zouden huisvesten, wanneer we minder subsidies zouden verstrekken enzovoort. Het tekort van 500.000 euro is dus een bewuste keuze. En op 20 september jongstleden lazen wij dat Almelo bijvoorbeeld 2 miljoen gaat bezuinigen op subsidies. En dat Almelo de zorg redelijk onder controle heeft, jeugdzorg en WMO. Dus het kan wel bezuinigen. En voorzitter, vandaag is door Berend Schot een rapport gepubliceerd in het Financieel Dagblad. En daaruit bleek dat, als je kijkt naar de jeugdzorg, dat 30% van de kosten die we maken opgaat aan administratieve kosten, coördinatiekosten. En bij de wet maatschappelijke ondersteuning is dat 25%. Geld wat gewoon naar allemaal administratieve handelingen gaat in plaats van naar de zorg.
En dat komt ook door veel te veel overlegpartijen, door Europese aanbesteding, waardoor mensen meer mensen moeten inhuren. Er is dus een behoorlijke verspilling van gelden die eigenlijk naar de zorg zou moeten. 30% van de totale kosten. En de vraag, en de wethouder mag het ook later afdoen met een schriftelijk antwoord. Als we kijken naar de jeugdzorg en ook WMO, hoe liggen die percentages hier? Wijken wij af van het landelijk gemiddelde van 30% en 25%? Voorzitter, wij hebben niet de illusie dat wij het heilige beleid kunnen veranderen. Maar wanneer het aan de PVV had gelegen, hadden we nu 0 euro tekort gehad. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zal de vragen niet herhalen die al gesteld zijn door een aantal partijen. Wij hadden en hebben vergelijkbare vragen als het gaat om het negatieve resultaat wat nu voor ligt. En vooral ook de vraag, wat betekent dat dadelijk voor de begroting van 2020? Ik heb geen vragen, maar wel een oproep en een constatering. Nou, een oproep en een constatering. Een blije constatering kan ik alvast aankondigen. Inderdaad, aandacht voor het leerlingenvervoer. Daar vraag ik met name, als je ziet dat de kosten zo gestegen zijn, 125.000 euro, roep ik ook vooral op om te kijken of je daar voor of binnen het leerlingenvervoer ook kunt kijken naar alternatieven. Waarbij er landelijk ook voldoende voorbeelden zijn om te kijken in hoeverre leerlingen getraind, geoefend worden om zelfstandig te reizen of met ondersteuning te reizen. Wellicht dat daar nog mogelijkheden liggen. Een blije constatering, SGP noemde dat net ook al. Ik las in de stukken een aantal zaken en zinnen over Soweco en de maatschappelijke onderneming, waar eigenlijk vrij positief in dit stuk over wordt geschreven, dat het positieve resultaten heeft. En er wordt zelfs gezegd van verbouw gemeentehuis, pagina 3, en versterkte maatschappelijke onderneming Soweco. Ik denk, yes, dat is wat Partij van Arbeid GroenLinks graag wil. En wij gaan ervan uit dat we binnenkort daar ook over komen te spreken. Want er is ook een aankondiging gemaakt dat het rapport binnenkort gaat verschijnen. Dat we daarover geïnformeerd worden. Met deze constatering en deze BGAP over Soweco verwacht ik dat daarin ook de maatschappelijke onderneming meegenomen wordt in het vergelijkend onderzoek. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar wethouder Koster. Ja, ik schrik opeens dat ik er wat zo oversla. Nee. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, ik wil me toch beperken tot de hoofdlijnen. Als je de BRAP bekijkt, dan zie je een aantal eenmalige kosten. Al dan niet voordelen en ook structurele zaken. Daarnaast de gevolgen van een aantal collegebesluiten. En dat alles en een aantal posten die ook in de kadernota al zijn meegenomen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het leerlingenvervoer, is dat ook een overschrijding die ook in de risicoparagraaf van de begroting inmiddels al is aangekondigd. En juist vanwege ook het feit dat het een open eindregeling is. Ja, het saldo van de BRAP is inderdaad een tekort van een kleine 5 ton. En de vraag die voor ligt is, wat voor consequenties heeft dat voor de begroting, de structurele doorwerking voor 2020? Ik kan u zeggen dat het saldo van de BRAP is 40.200, waarmee we de begroting zijn gestart. Morgen zult u die begroting toegestuurd krijgen en dan kunt u dat ook zien. Dus in die zin is de structureel doorwerken, het saldo van de BRAP valt in die zin mee. Ja, er zijn een aantal andere vragen gesteld en ik zou die toch eigenlijk door willen verschuiven naar de respectievelijke portefeuillehouders. Voor de inhoudelijke behandeling. Ja, dan wil ik, als ik voor het fundament, wil ik straks schorsen, want ik heb mijn stukken helemaal niet hier. Dus vandaar dat ik even zat te kijken zo van, maar het is terecht. Meneer Elsinga heeft een vraag nog aan uw wethouder. Ja, en meneer Smelt ook, want
Ja, is de heer Elsega en dan de heer Smelt. De heer Elsega. Ja, voorzitter, ik begrijp, er is dus een, u zegt saldo, een nadelig saldo neem ik aan, van 40.000. Alleen de vraag was ook die van het CDA, wat betekent dat voor de begroting? Leeft dat probleem op of zegt u, er komt een voorstel over een bezuiniging of wij kunnen dat zelf met onze eigen creativiteit naar nul brengen? Dat was eigenlijk voor mij in het algemeen de vraag. Ja, voorzitter, dan neem ik al eigenlijk geen voorschot op de begroting die morgen wordt toegestuurd. Dat mag. Maar ik kan u mededelen dat de begroting voor 2020 sluitend is. Dan de heer Smelt, aan u het woord, meneer Smelt. Ja, voorzitter, want ik sprak over een groot voordeel binnen fundament. En dat mag in algemene zin gewoon door de portefeuillehouder financiën beantwoord worden. Dat doet hij nu, wat mij betreft. Want daar staat mijn vervolgvraag aan gekoppeld. Dus u hoeft uw stukken niet te halen. Ik heb de vraag al beantwoord. Dank u wel. Dank u wel. Even kijken naar de andere portefeuillehouders voor andere elementen. Nee? Ja, doe maar. De heer Harmsen, die gaat de benen. Ja, die heeft ook zoiets van, ik wil wat doen. Meneer Harmsen, aan u het woord. Ja, de heer Reuske die zei al van, wat doe je nog? Dus ik ben al blij dat ik nog even iets mag zeggen vanavond. Ik had vanavond geen een hamerstuk, dus dat is mooi. Nee, ik kan wel even nog iets toelichten over het leerlingvervoer, het maatwerkvervoer eigenlijk, het OMD-vervoer of hoe we het eigenlijk ook met elkaar willen noemen. Want uiteindelijk zie je dat er wordt wel een inschatting gemaakt. We zijn ook bezig om daar steeds meer grip op te krijgen. Ik moet ook zeggen, we zitten er echt strak bovenop en uiteindelijk zie je dan ook van, dan heb je het nog over behoorlijke kosten. Maar dat valt uiteindelijk niet binnen het bestek, niet het bestaande contract. Het heet ook maatwerk, dus je gaat ook kijken van hoe zit dit en ook met scholen, waar gaat dit naartoe? Waar gaat die persoon naartoe? Waar heeft hij zijn werkplek? Waar gaat hij naar school? En dan zie je ook dat het, dat nemen we nu ook in het onderzoek mee. Er wordt ook een onderzoek afgerond nu en dan zijn we ook aan het kijken van waar gaan al die vervoersbewegingen naartoe? Dus je hebt er wel redelijk zicht op, maar we zijn wel kijken hoe lopen die lijnen nu en hoe kunnen we dat nog beter bijsturen? Dus je ziet nog wel eens een keer dat het gaat over van ja, het gaat om de mens en het, de open eindregeling. Maar uiteindelijk hebben we wel gezegd van het gaat ook om de pegels. Dus we moeten ook zeer scherp zijn van hoe gaan we hiermee om en hoe kunnen we nog strakker wegzetten. En er werd ook gevraagd van ja, moet dat dan allemaal bij de grote aanbieders? We hebben een contract eigenlijk lopen met Hellendoorn en Wierden. Daarmee zitten wij in hetzelfde contract. Dus het is niet in één keer dat het een heel groot contract is, maar ook daarin doen onderaannemers doen ook mee. Bijvoorbeeld een baan uit Reizen die heeft zich ingeschreven. Het kan ook zijn dat een hele kleine taxivervoerder uiteindelijk de ritten niet eens aan kan, dus die zal misschien niet meedoen in de aanbesteding. Dus wij proberen dat wel zo lokaal mogelijk te houden. Daar waar mogelijk kan, proberen we dat ook bij te sturen. Er vinden ook continu gesprekken plaats en dan moet ik niet denken dat het dagelijks is, maar wel regelmatig gesprekken plaats met de aanbieders van de vervoerders. Dus daar wordt ook gekeken van hoe kunnen we dit slimmer doen. Maar wij willen ook geen situaties met elkaar gaan creëren dat uiteindelijk een kind of een ouder dat hij anderhalf, twee uur lang in een busje zit. Dus, maar we proberen daar steeds meer grip op te krijgen. Zitten ze echt bovenop, dat verzeker ik u. Dus het is ook niet zo dat er meer massa is gekomen dit jaar, maar er zijn wel veranderingen en ook in het aantal kilometers, zodat iemand toch naar een andere locatie moet. Dus daar zit het ook wel in. Dank u wel. Dan kijken we even naar de andere wethouders. Van Abberma, aan u het woord. En ik heb even naar wethouder Paters. Mag hoor, het hoeft niet. Wethouder Van Abberma, aan u het woord. Ja, ja, dank u. Voorzitter, er is mij één vraag gesteld. Die ging over Soweco, tenminste een inhoudelijke vraag. Vorige week dinsdag heeft het college een besluit genomen over een raadsbrief. Als het goed is, is die verspreid naar de raadsleden. Zo niet, dan zal dat alsnog gebeuren. Maar het lijkt me goed om eventjes te citeren uit de raadsbrief. Want met name is interessant de voortgang van het proces. De heer Reuske die gaf dat ook al even aan. In september wordt het bouwstenenrapport van Iroco en de gemeentelijke uitvoeringsplannen die worden afgerond. En
in oktober bespreking uitkomsten met Raad van Commissarissen en Directie Soweco. En 17 oktober worden alle raadsleden uitgenodigd voor een radenbijeenkomst, waarbij ook de raadsleden afzonderlijk door hun eigen wethouder ook bijgepraat worden over de verdere plannen. Dus ik denk dat het goed is om dat hier ook even te melden. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar... Maar de heer Jonker heeft nog een vraag nu. Wethouder van Alkmaar. De heer Jonker heeft nog een vraag. De heer Jonker heeft nu het woord. Voorzitter, dank u wel. Het ging er mee om... In de bestuursrapportage lees ik dat er geïnvesteerd wordt in de maatschappelijke onderneming Soweco. En de geluiden die wij veelal horen, meestal in de pers, dan gaat het om een voorkeursscenario wat uitgewerkt wordt en nader onderzocht wordt. Is dat het onderzoek waar u nu met die raadsbrief naar verwijst? Er is niet, er blijft dat bij dat ene voorkeursscenario. Dat wordt onderzocht. Want de indruk ontstaat bij mij, namelijk naar aanleiding van de BRAP, dat er breder wordt onderzocht wordt naar de mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappelijke onderneming, terwijl dat niet het geval is. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dat is geenszins het geval. Het college voert ook de besluitvorming uit zoals we die ook met elkaar gedaan hebben in het college. En tot eind 2020 blijven wij met elkaar investeren in de maatschappelijke onderneming, zoals we dat ook met elkaar hebben afgesproken. Dank u wel. Dan kijken we even of wethouder Paters nog het woord wilde. Wethouder, aan u het woord. Dan geef ik de raad in tweede termijn het woord. Aan u het woord, meneer wethouder. Voorzitter, dank u wel. Ik heb vandaag ook kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek zoals bureau Berenschot dat heeft gedaan. Daar lees je inderdaad dat het gaat om 30%, 25-30%. Ik heb ook gelezen dat het echt een grof gemiddeld is. Maar het geeft wel aanleiding om ook intern te kijken van kloppen die percentages nou, nu zit dat nou bij ons. Want dat zijn al juist eigenlijk niet de dingen waar je heel veel geld aan kwijt wil. Overheid hebben we nodig, dat is makkelijk zat, daar kun je niet zonder. Maar we hebben wel de plicht om te kijken of we die zo ver mogelijk terug kunnen dringen. Overigens wordt in datzelfde onderzoek ook melding gemaakt van de kracht die er zit bij consulenten en dat die de eerste toegang hebben en dat die ook mede kunnen zorgen voor grip in dat sociaal domein. En ik ben ervan overtuigd dat onze consulenten juist dat doen. Maar we gaan zeker intern kijken van hoe zit het bij ons en welke percentages hebben we daarover. En op het moment dat die bekend zijn, dan zullen we die uiteraard met u delen. Dank u wel. Dan kijk ik voor tweede termijn. Ik kijk naar de heer Elzegaard, tweede termijn. De heer Kelder, de heer Smelt, tweede termijn. Nee, de heer Jonker, tweede termijn. Jonker, aan u het woord. Er staat nog één vraag bij mij open. Dat ging over het subsidieplafond over vrije tijdsbesteding. Daar had ik gevraagd van waarom die is overschreden. En of wij daar als raad dan niet eerder over geïnformeerd had kunnen worden. Dan kijk ik nog even naar de heer Veldmeijer, de heer Reusken. Kijk even naar de wethouders, of anders wordt dat schriftelijk. Ja, de heer wethouder Koster staat op. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, ik zou daar graag een schriftelijk antwoord op willen geven. Die toezegging heeft u, daar wordt schriftelijk antwoord op gegeven. En u wordt via de BRAP geïnformeerd over en onderscheidingen. Dat zal ook duidelijk zijn, want anders dan, dat is de cyclus die we met elkaar afgesproken hebben. Dan denk ik dat wij aan het einde gekomen zijn van deze raadsvergadering. Ik dank u allemaal voor uw inzet, voor een luisterend oor, thuis of hier. En ik wens u allemaal een goede avond verder en ik sluit deze vergadering. Sorry, wil u al even zitten? Sorry, er moet nog een besluit genomen worden. Excuus. Oké, iedereen zitten. Excuus. Ik ben helemaal van mijn apropos. Excuus. De voorzitter wordt aan alle kanten gefluisterd. Het moet besloten worden, is ook zo. We moeten besluiten over de BRAP. Is er iemand die een stemverklaring wil geven? Is er iemand die hopelijk wil stemmen? Dan is unaniem. Oh, wacht even. U wilt stemming. U wilt stemming, maar geen hopelijk stemming. We gaan nu stemming. Wie is voor het besluit met betrekking tot de BRAP?
Wie is voor? Dat is de fractie GBT, ChristenUnie, CDA, SGP, PvdA GroenLinks. Wie is tegen? De heer Veldmeijer is tegen. Het voorstel is aangenomen. En ik sluit nu de vergadering. Het is 10:55. Het was weer een latertje, meneer Kuilder. Dat klopt. Maar het onderwerp leende zich ervoor. Ik heb van tevoren met je afgesproken. Ik ga het niet hebben over de presidiumvergadering. Daar is genoeg over te doen geweest in de media. Maar daar laten we het bij. En misschien dat we daar in een later moment nog wel eens een keer op terug kunnen komen. Maar op dit moment zullen we dat niet bespreken. Maar het is voor de kijkers wel even duidelijk om het uit te leggen. Ja, het is het onderwerp VOF Dekker. Is een onderwerp geweest dat 10 september aan de orde is geweest. Toen was je voorzitter. En nu is het weer aan de orde geweest. Maar inhoudelijk zit er niet zoveel verschil tussen die twee debatten. Nou ja, het ene was een debat en dit is een vergadering. Hè? Dus dat, is een, dat maakt een essentieel verschil. Er lag nu een motie aan de grondslag. Wat wij als oppositie proberen hebben, in ieder geval ruimte te creëren voor de firma Dekker. Dat is in het vorige debat niet gelukt, dat is nu ook niet gelukt. We hebben nu als oppositie in ieder geval nu twee initiatieven genomen, dus twee moties ingediend. En we hebben ook gezegd, we gaan het particuliere herziening voorstel met z'n allen maken. Dus we gaan wel de familie Dekker gewoon daar waar we kunnen, blijven we ondersteunen, blijven we ons best voor doen om dat wat te regelen. Dus het is duidelijk dat de oppositie initiatief gaat nemen om met een partiële herziening van het bestemmingsplan op de locatie Dekker te komen. Dat gaan we zeker weer doen, want ik vind ook dat we daar de mensen, de inwoners van Den Ham, die ook vanavond hier in veel fout aanwezig waren, dat gewoon verdienen. De indruk die ik ervan gekregen heb, is dat de wethouder zegt, ja natuurlijk is dat mogelijk een partiële herziening, maar mijn standpunt is duidelijk. Die indruk had ik ook. Maar goed, dat was bij het vorige debat al helder. Ik was nu iets minder expliciet dan het vorige debat. Ja, hij beroept zich op de wettelijke kaders. Alleen we hebben gezegd, ja, er zijn de mogelijkheden om inderdaad af te wijken. En hij geeft dus aan dat hij dat niet wil. En dat die bal legt hij bij ons neer. Nou, die pakken we op, die handschoen. Ja, dat is mooi. Alleen aan de andere kant is GBT ook heel duidelijk geweest over hun standpunt. En de ChristenUnie is wat minder duidelijk geweest. Maar goed, GBT heeft wel 12 stemmen. Ja, maar als dat zo zijn, Chris, als we daar dus, mag Chris zeggen, hè, meneer Walraven, oké. Okay. Nee, maar als we op die manier, op die wijze zouden, dan kan ik beter gaan bellen. Als er een agenda zit en bel ik even Marco Zeltsga, zijn jullie voor of tegen? Want dan kan ik beter thuis blijven. Kijk, los van het feit wat eruit komt, wij hebben gezegd, wij staan voor ons punt. Wij vinden dat die firma gewoon verdient dat we ons stinkende beste voor doen. En dat blijven we, dat gaatje gaan we ermee doen. En als GBT vindt dat ze daar geen gehoor moeten geven, en ook de wethouder, dan is dat aan hun. En dan moeten mensen maar, daar vinden de mensen wel wat van. Ja. Op welke termijn, en dan sluiten we het af, op welke termijn mogen we het initiatief van jullie verwachten? Want er is wel haast mee geboden. Dat klopt. We gaan er in ieder geval vanuit op volgende week het concept voor elkaar maken. Dus ik wil in ieder geval voor de begroting vergaderen, dat vind ik wel dat we in ieder geval die behandeling in de raad moeten hebben. Want anders in de ben je eens, dan schuift het maar op. En dan willen we ook de familie Dekker niet aandoen. Okay. Bedankt dat je even zo snel voor de camera wilde komen. Ik hou nog te goed van je het gesprek over de presidium. Dat gaan we zonder meer doen. We gaan niet over presidium, maar wel over de wijze waarop een aantal dingen gebeurd zijn. Juist. Nee, maar, dat vind ik wel iets van. Dat wil ik dan wel kwijt. Ik vind dat de manier waarop het nu gebeurd is, gaan we niet met elkaar om. En dat hebben we nooit afgesproken. Dat vind ik ook, dat heeft mij meest gestoord. Maar goed, verder hou ik er even over gesteld. Ik heb hier geen vraag over gesteld, je begint zelf. Ik wil dit wel kwijt, maar ik heb hier eerder toe gezegd. Ik kom daarop terug, okay. Op een ander moment. Ja? Dan, Jan, bedankt. Kijkers, bedankt dat u zo lang heeft gekeken. Of misschien al afgehaakt bent door de vele schorsingen. Maar u kunt het altijd nog terugzien en dan knippen wij de schorsingen eruit. Dus dan hoeft u niets te missen en zit u niet tegen een testbeeld aan te kijken. Tot ziens. En de volgende raadsvergadering is 3 oktober alweer. Dat is volgende week,
donderdagavond geen uitzending van Politieke Stem op Delta FM. Want de raadsleden zitten hier in de zaal. Want hebben een gesprek vanaf 7 uur met de commissaris van de Koning. En dat gaat over de profielschets van onze nieuwe burgemeester. Dan zie ik u graag weer terug. Tot donderdag.